Goedemiddag allemaal. Mensen hier in de zaal en de mensen die het debat ook op afstand volgen. Welkom bij de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zijn hier ook welkom aan de minister en de ondersteuning aanwezig. Welkom aan de Kamerleden. We zijn hier bijeen voor een commissiedebat over gezond en veilig werken. Dat is alweer een tijd geleden dat we het daarover hebben gehad met elkaar. Dus nu in de nieuwe samenstelling hoog tijd om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik begin aan de zijde van... we hebben 5 minuten spreektijd per fractie. En ik denk dat het te overzien is het aantal fracties wat zal spreken. Ik zal zelf ook een inbreng bij met permissie van de commissie willen doen na de laatste spreker. En dat is mevrouw Matoeg, die ook nog binnenkomt. Welkom. En als we het aantal interrupties enigszins beperken, hoeven we daar denk ik niet meteen een maximum aan te binden. En dan zullen we even zien hoe dat verder gaat. Als we uit de tijd gaan lopen, dan gaan we dat voor de tweede termijn in de beantwoording van de minister wat beperken wellicht. Ik geef het woord aan de heer Simons als eerste. Dank u, voorzitter. En dit is ook mijn eerste commissiedebat waar ik het woord over mag voeren. Een debat met diverse onderwerpen over gezond en veilig werken. En graag wil ik een aantal onderwerpen eruit halen om even aan te stippen en daar vragen over te stellen. Voorzitter, de aanpak van arbeidsuitbuiting wil ik graag als eerste benoemen. Ondanks de stappen die er afgelopen jaren zijn gezet in het programma arbeidsuitbuiting om de aanpak en effectiviteit te vergroten, blijkt die aanpak van arbeidsuitbuiting nog niet echt effectief is. Dit komt mede doordat de inspectie met handen en voeten gebonden is aan regelwet en regelgeving en dat is ook heel belangrijk, het niet durven melden van misstanden door werknemers. Ik zou de minister daarom willen vragen of er een optimalisatie hierin mogelijk is. En tevens wil ik op dit punt vragen hoe de minister aankijkt tegen het feit dat arbeidsuitbuiting enkel strafbaar is onder mensenhandel. En terwijl arbeidsuitbuiting ook op hele andere manieren voorkomt. Verder, voorzitter, wil ik ingaan op het punt vragen naar de registratie van onze internationale medewerkers. Zou het misschien kunnen om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om bij de registratie van niet-ingezetenen, het zogenaamde RNI, het feitelijk woonadres in Nederland op te nemen? Dit om meer zekerheid en bescherming voor onze internationale medewerkers te garanderen en de gemeente inzicht te geven in de huisvesting. Ook kunnen de gemeenten hiermee beter informatie aanbieden over de rechten en plichten van onze internationale medewerkers. Als laatste over dit onderwerp heb ik schriftelijke vragen gesteld over de situatie bij de pakketbezorgers van PostNL. En ik wil aanvullend hierop de minister vragen op welke wijze een werkgever als uiteindelijk eindverantwoordelijke op zijn verantwoording aangesproken kan worden. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de wet ketenaansprakelijkheid die bij de aannemers geldt. Dan, voorzitter, zou ik als tweede graag ingaan op het hybride werken. De afgelopen 2 jaar heeft hier een hoop inzicht gegeven. Veel mensen is de combinatie van op kantoor en thuiswerk positief ervaren. En veel organisaties en bedrijven hebben zich hierop aangepast. Omdat deze ervaringen leert dat werkgevers en werknemers, onze sociale partners, dit goed oplossen, wil ik de minister vragen in hoeverre het wetgevingstraject hierin noodzakelijk is. Daarnaast, hoe ziet de minister de inmenging die de werkgever moet doen op het gebied van arbeidsomstandigheden in de privésituatie van een werknemer? Mijn eigen voorbeeld, als het goed weer is, zat ik lekker buiten te werken in plaats gewoon op mijn bureaustoel. Daarnaast, voorzitter, een aantal aandachtspunten over het onderscheid van de mogelijkheid om te kunnen werken, thuis te kunnen werken en het ook willen doen. Hoe kijkt de minister aan tegen het verschil in de mogelijkheid om thuis te werken tussen bijvoorbeeld een kantoorbediende en een productiemedewerker in hetzelfde bedrijf? De beperkte mogelijkheid om thuis te werken in de verschillende sectoren? En hoe gaan we om met medewerkers die thuis niet willen werken? Dan, voorzitter, de voortgang, aanpassing als asbeststelsel. De heer Simons, voordat u daarin verder gaat, is er een interruptie van mevrouw Matoeg. Ja.
allereerst dank voor deze hele fijne eerste bijdrage aan deze commissie tegen de collega's Simons. Een belangrijk onderwerp, ook dat thuiswerken. Waar ik heel benieuwd naar was, is hoe de fractie van de collega er naar kijkt. Gaan we nou terug naar die wereld? Want we hebben, gelukkig is alles weer, kunnen we weer van alles. Corona is niet weg, maar de samenleving is weer fijn open. Maar het is ook bevallen. En er worden een paar hele goede vragen gesteld. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de minister. Maar in algemene zin ben ik heel benieuwd via u, voorzitter, hoe de collega kijkt naar, hebben we niet ook stukjes, moeten we ook niet stukjes positiviteit meenemen van de ervaring die we gehad hebben? En dat thuiswerken ook faciliteren voor werkenden. De heer Simons. Zonder meer, daar staat de VVD-fractie volledig achter. Daarom ook de leerpunten die er zijn en vanuit bedrijven en de onderzoeken die zijn gedaan, zijn heel positief. Maar als VVD-fractie zeggen, dat moeten we echt bij de sociale partners incorporeren. En zeggen, of via cao's of voor duidelijke afspraken, de gedachte om dit verder uit te werken. En ik denk als Rijksoverheid dat we daar ook goede voorbeelden aan kunnen geven aan de medewerkers die voor ons werken. Dus, maar wij staan positief tegenover het thuiswerken. Excuus. Vervolgt u uw betoog? Ja, dank u. Dan voorzitter, voortgang aanpassing asbeststelsel. Dit is al een langlopend proces en vooropgesteld de VVD staat voor echt goede arboveiligheid op dit gebied. Maar hier praten we ook duidelijk over gezondheidsrisico's van mensen in de toekomst. Het VIP loopt, maar is nog stroperig, geeft u ook zelf aan. Terwijl ook TNO innovatieve nieuwe technieken kansrijk vat en zorgen voor versnellingen in het saneringsproces. Waarbij arboveiligheid, het minder noodzakelijk in contact komen met asbest, dus een bestrijding aan de bron, maar ook de gezondheid van mensen gediend zijn. Uw collega, de heer Heijnen, heeft aangegeven voor de zomer met een plan van aanpak op asbestverwijdering te komen. Kan de minister aangeven hoe zij de certificering van deze innovatie kan versnellen en in samenspraak met haar collega tot een werkende aanpak te komen? Dan, voorzitter, sluit ik af met een laatste vraag. Ik zou graag willen vragen naar de invoering van het nieuwe certificatieschema voor de arbodeskundigen per 1 juli aanstaande. Wij hebben begrepen dat dit nieuwe certificatieschema zowel financieel als wel in de uitvoering vanwege het tekort aan deskundigen een hogere druk bij de MKB-bedrijven legt. Hoe kan de minister ervoor zorgen dat deze regeldruk en financiële consequenties voorkomen kunnen worden bij het MKB? Tot zover mijn bijdrage. De heer Simons, hartelijk dank voor uw eerste bijdrage in deze commissie. Keurig en rustig, denk ik, gebracht. Het was iets over de tijd, maar dat ging, dat had de kwaliteit en inbreng, denk ik, misschien ook net even nodig. Dus dat zij u gegund deze keer. Het woord is aan de heer Van Kent. Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. Voorzitter, we herinneren ons nog allemaal het dodelijk ongeval in de Rijnlandroute-tunnel nabij Leiden, waarbij een Poolse bouwvakker omkwam en waarbij 17 mensen gewond raakten. Dat liet zien wat een puinhoop het is op heel veel bouwplaatsen. Door allerlei constructies, een weerwar aan nationaliteiten. Het overzicht is in veel gevallen zoek. En de FNV pleit er nu voor om te beginnen een stap te zetten door uitzendarbeid niet meer toe te staan op de bouwplaats, omdat het daarmee al een stuk eenvoudiger wordt. Ik ben heel benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Maar ik zou vooral ook de minister willen vragen om de motie zoals die is aangenomen over de bouwplaats-idee. Dat is een soort identiteitskaart die een bouwvakker op een bouwplaats moet hebben, waaruit meteen blijkt bij wie die in dienst is, hoe de constructie in elkaar zit, hoe het arbeidsrechtelijk zit. En bij welke onderaannemer of aannemer iemand aan het werk is, zodat de inspectie, maar ook het toezicht op de bouwplaats goed weet wie onder welke voorwaarden waar aan het werk is. Daar is een motie aangenomen, ruim een jaar geleden. En ik ben heel benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Dat we weten dat in de sector in ieder geval steun is ook voor een stapsgewijze invoering van zo'n middel. En ik ben heel erg benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Want ik ben ervan overtuigd dat dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Voorzitter, dan de flitsbezorging. We hadden het 5 jaar geleden over Deliveroo. Ze pakte bijna de hele Kamer een afschuw uit over de constructie die daar is opgetuigd. Daar is vervolgens niets aan gedaan. Dus nog gewoon
precies hetzelfde wat daar gebeurt. Nog steeds jongens en meisjes die daar zonder enige verzekeringen, als ze van een fiets worden gereden, God voeden het, en een ongeluk krijgen, zijn ze niet verzekerd. En dan zijn ze de rest van hun leven aangewezen op bijstand. Behalve als ze ook nog een partner hebben met een inkomen, dan hebben ze helemaal niks. Totaal onverantwoord, die situatie. Ik ben heel benieuwd, want we zien daar in het regeerakkoord niet iets over terug. Specifiek over die flitsbezorging of over de zorg die we hebben van de mensen die allemaal, nou ja, we zien het allemaal hier op straat, de boodschappen en de maaltijden en andere zaken aan het bezorgen zijn. Ik ga ervan uit dat het deze minister aan het hart gaat. En ik ga er ook vanuit dat de minister ook actie gaat ondernemen en gaat ingrijpen. En op de eerste plaats zien we natuurlijk ook dat gemeenten dat nu ook al doen. Hè? Dat ze ook die flitsplekken gaan weren. En de vraag aan de minister is of ze ook de gemeente daarin in steunt. En hoe de minister ervoor gaat zorgen dat die schijnzelfstandigheid, dat daar een einde aan wordt gemaakt. Specifiek als het gaat over die maaltijdbezorging. Want daar zijn ook al rechtelijke uitspraken gedaan. En daar is sprake van evident kwaadwillend gedrag. Voorzitter, dan het ultimatum die we hebben gekregen van de FNV. Hè. Ze stappen uit de CER-subcommissie grenswaarde stof op de werkplek als er geen, voor 1 juli geen uitsluitsel is over de introductie van een nieuwe procedure voor de vaststelling van, wettelijke grenswaarde. Ik ben heel benieuwd hoe de minister op dat ultimatum reageert. We zullen nog veel te spreken komen. De vorige spreker had het daar ook al over, over het asbeststelsel. Voor de SP staat als een paal boven water dat dat altijd, het verwerken van asbest altijd gedaan moet worden door mensen die weten wat ze doen, die een certificaat hebben, dat ook het inventariseren van het te verwijderen asbest ook door iemand gedaan moet worden die daar verstand van heeft en gecertificeerd is. Het is een algemene vraag, maar ik vraag de minister of zij met deze algemene uitgangspunten het met de SP eens is. En, nou, we hebben deze minister nog niet gehoord, voor zover ik weet, over het asbeststelsel. Dus ik ben heel benieuwd hoe de minister kijkt tegen de discussie zoals die al een tijd gevoerd wordt. Voorzitter, dan tot slot. De commissie Heerts heeft een belangrijk advies uitgebracht. Er is een expertisecentrum die op 1 juli aanstaande start. Maar er zou ook een tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekteregeling zijn. Dat is ook in verband met de long-covid een belangrijk punt. En de vraag die ik de minister wil stellen is, waarom is er niet op 1 juli zoals afgesproken een regeling? En kan de minister zeggen wanneer deze regeling er wel is? Want er zijn heel veel mensen die daar op wachten en heel veel mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Kent. Geef ik het woord aan de heer De Jong van de PVV. Ja, voorzitter. Hartelijk dank. Voorzitter, sommigen zijn het alweer vergeten, maar de klappen van de coronacrisis zijn nog echt iedere dag voelbaar. Niet alleen bij al die mensen die hun geliefden zijn verloren aan corona. Niet alleen als we kijken naar de sociale samenhang waarbij mensen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Niet alleen bij jongeren die gigantisch zijn benadeeld en kinderen die tot op de dag van vandaag de gevolgen op school merken. Jonge mensen die door de coronacrisis een speer gingen daarvoor. Maar die ongewild achterstanden hebben opgelopen en nu alles op alles moeten zetten om weer on track te komen. Niet alleen bij de bedrijven en werknemers die nog altijd de financiële klappen moeten zien te verwerken, maar ook, voorzitter, bij mensen die long covid hebben opgelopen. Het zijn mensen die iedere dag de gevolgen letterlijk en figuurlijk voelen. Nooit hadden verwacht ooit hun baan kwijt te raken, maar nu toch thuis, ziek, zonder baan en dat nooit hadden verwacht of een baan dreigen te verliezen. En van de ene op andere periode in grote financiële problemen zijn gekomen. Gisteren was het de Nationale Ombudsman die er ook aandacht voor vroeg dat mensen in langdurige armoede komen zodra ze in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Dat is toch verschrikkelijk. En wat gaat dit kabinet doen voor deze mensen? Hoe staat het ermee? Wat doet dit kabinet om deze aandoening serieus te nemen en ook financieel qua regeling te bekijken wat er mogelijk is? Eerder is al een motie ingediend door mijn collega Bart van Kent. Die vraagt om die aandoening serieus te nemen bij de beoordeling van wanneer ze een regeling aanvragen. Ik zou graag willen weten hoe de minister dat oppakt, hoe ze die uitvoert en wanneer ze de Kamer erover inlicht. Graag een reactie. Dan het recht op thuiswerken. Door de coronapandemie zijn er nu meer bedrijven die het thuiswerken hebben geïmplementeerd en afspraken hebben gemaakt met werknemers op het thuis goed faciliteren van thuiswerkplekken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar we ontvangen berichten van met name familiebedrijven die zich zorgen maken over het wettelijk verankeren op het recht van thuiswerken. Er zijn immers branches waar dat simpelweg niet gaat. Niet omdat ze tegen thuiswerk zouden zijn, dat is gewoon niet zo, maar simpelweg omdat het gewoon niet gaat. Waar het werk in het bedrijf van groot essentieel belang is.
waar zaken als sociale cohesie binnen de organisatie, het welzijn van werknemers, de samenwerking van teams en de administratieve lasten voor werkgevers een grote rol spelen. Graag zou ik willen weten hoe de minister hiernaar kijkt. Of ze begrijpt dat de wetgever ruimte moet laten voor overleg en afspraken tussen werkgever en werknemer. Dat het vooral daar moet gebeuren en dat daar nu ook al veel gebeurt. Daar is een extra wettelijke verankering toch volgens mij niet voor nodig. Maar ik zou graag willen weten hoe de minister daar naar kijkt. Kijk, sommige sectoren, neem de zakelijke branche of de financiële sector, daar kan het ongetwijfeld makkelijk. En daar is het ook al vaak gaande. Het was zelfs al voor de coronacrisis waren veel bedrijven met die omslag bezig. En het was niet altijd in het voordeel van werknemers. Dus daar moet je echt goed op blijven letten. Hoe wordt het nou begeleid? En is het echt in het voordeel van werknemers? Dat is niet alleen maar een bezuinigingsronde is op de werkvloer om de plekken te verkleinen en noem maar op. Dus dat moet goed in kaart worden gebracht. Maar er gebeurt al enorm veel. En we moeten er tegelijkertijd ook voor zorgen dat bedrijven niet met nog meer administratieve lasten worden opgezadeld. Dus ik zou er graag een reactie van willen hebben van de minister. En dan voorzitter, mijn laatste punt. En dat gaat over alcohol en drugs. Er zijn plannen, en ik zag ook een SER-advies, geloof ik. Dat ging dan over het thuiswerken. Maar ik zag ook stukken voorbij komen over het verplicht stellen van drugs- en dranktesten bij werknemers. En we hebben natuurlijk al gezien wat het verplicht stellen van testen doet bij mensen toen we in de coronacrisis zaten. Dat heeft niet voor iedereen een positieve is niet voor iedereen positief gevallen, zou ik het zo maar zeggen. Het gaat uit van wantrouwen vaak ook, die verplichtstelling van testen. En hoezeer het soms ook te begrijpen valt, zodra je iets verplicht stelt, moet je dat wel goed kunnen onderbouwen. Het is namelijk nu toch ook al zo, dat als het gaat om drank en drugs, dat je niet dronken op de werkvloer moet verschijnen. En ook niet zwaar stoomt, zou ik maar zeggen. Dus er zijn toch al allerlei regels waarbij werknemers zich eraan moeten houden en werkgevers ook tools hebben om dat te kunnen handhaven. Mijn vraag is, kijkt de minister nou precies naar? Waar staat het kabinet nu precies? Want de voorganger van ARC die heeft er verschillende brieven over gestuurd naar de Kamer. Er zijn verschillende standpunten over ingenomen. Maar komt er een verplichting of komt er geen verplichting? Wordt er iets gedaan aan het voorkomen? Wordt het meer gekeken naar hoe kunnen we voorkomen dat er problemen bij bijvoorbeeld de chemische industrie ontstaan zodra daar mensen zijn die van een drankje en een drugs houden. Hoe voorkom je dat mensen dat op de werkvloer meenemen? Wordt er iets aan preventie gedaan of wordt er echt iets verplicht? Want dat laatste, dat is nu nogal wat. Dat zorgt ervoor dat je echt aan rechten van mensen gaat zitten. Het gaat heel erg om wantrouwen. En ik vind dat op het moment dat het daar naartoe gaat, dat de minister toch echt wel goed moet onderbouwen met cijfers hoe groot het probleem precies is en waarom dat dan nodig zou zijn. Dus daarover graag een reactie. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Pot namens D66. Ja, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, je houdt je hoofd naar beneden, want je bent er om te werken. Een uitspraak van een Poolse man die werkt als slachter in het boek Uitgebuit over arbeidsuitbuiting in Nederland. De verhalen sluiten aan bij die van de arbeidsinspectie in het rapport van vorige week. En het lijkt steeds op hetzelfde punt neer te komen. Een bedrijf behandelt kwetsbare groepen mensen als volstrekt inwisselbare productiefactor. Met alle gevolgen van dien. Busjes die 's nachts aankomen op een uitzendbureau. Mensen die op dat moment pas te horen krijgen dat ze toch niet aan het werk kunnen, omdat ze te mondig zijn of uit volstrekte willekeur. Het Europese vrije verkeer van personen en diensten is een groot goed. Dat de vrijheid en kansen geeft voor mensen om zich waar dan ook op ons continent te ontplooien. Maar de enige manier waarop we die vrijheid recht kunnen doen, is door er alles aan te doen om te zorgen dat uitbuiting of ernstige benadeling niet meer voorkomt. Malafide werkgevers mogen niet meer wegkomen met dit soort praktijken. En de Nederlandse arbeidsinspectie is de David die deze Goliath in Nederland te lijf gaat. En om in die metafoor te blijven, denk ik dat we ervoor moeten zorgen dat David beschikt over de beste wapens. Het lijkt nu vaak alsof bedrijven de boetes voor misgrijpen incalculeren in plaats dat ze ze serieus nemen. Daarom een aantal vragen. De Kamer heeft vorig jaar, volgens mij op initiatief van GroenLinks en Bijeen, verzocht om de arbeidsinspectie de mogelijkheid te geven bedrijven bestuursrechtelijk stil te leggen bij het vermoeden van ernstige benadeling. Hoe staat het met de uitvoering van die motie? De constatering van de inspectie in de Rekenkamer was eerder ook dat er sowieso noodzaak is voor nieuwe wetgeving om ernstige benadeling strafbaar te maken en uitbuiting ook op zichzelf strafbaar te laten zijn. Het werd ook door de VVD al even genoemd. Dat ligt wel even stil en wanneer kunnen we hierop stappen verwachten?
En in het verlengde daarvan, hoe denkt de minister dat we slachtoffers kunnen helpen om naar voren te treden? In de brief van gisteren staan wat mogelijkheden over crisisopvang. Mooi, maar een noodbed weegt natuurlijk niet op tegen het hebben van werk en een echt dak boven je hoofd. Maakt de arbeidsinspectie bijvoorbeeld gebruik van herkenbare aanspreekpunten, bijvoorbeeld uit landen van herkomst? Het is goed om te zien dat de aanpak van arbeidsuitbuiting ook in middelen meer aandacht krijgt. En ik denk dat er twee manieren zijn om de handhaving verder te verstevigen. Of meer budget, om het aantal handhavers te vergroten. Of meer en beter instrumentarium in de vorm van duidelijke en goed handhaafbare regels. Ik noemde al wat, maar vindt de minister de huidige instrumenten van de arbeidsinspectie voldoende? En welke mogelijkheden ziet zij om de handhaving te verstevigen door ofwel het budget te verhogen of de regels te verbeteren? Voorzitter, dan nog even over het rapport van Faros over arbeidsmigranten. Want daar staan zeer zinnige aanbevelingen in over bijvoorbeeld advies aan gemeenten en lokale partners. En de inzet van sleutelfiguren en tolken om mensen goed te kunnen bereiken. Mevrouw Pot, misschien toch nog even op het vorige punt. Ja. Had mevrouw Matoeg een interruptie voor u? Ja. Ja, hele belangrijke vragen die de collega van D66 aan de minister stelt. En mijn vraag is eigenlijk misschien een algemene appreciatie van D66. Want als we deze heftige misstanden nu opent, ook de bijdrage, zeg ik via de voorzitter, ermee. En we zien dat soort grote misstanden, en de inspectie geeft dat heel goed aan, de arbeidsinspectie. Structurele van aard zijn geen uitzonderingen. We zien het op veel verschillende plekken. Wat is dan op basis van dat beeld, ik snap ook de vraag aan de minister, de conclusie die wij als commissie misschien ook moeten stellen over het feit, is dan de capaciteit bij de inspectie nu voldoende als we zoveel misstanden zien? Ik ben wel benieuwd wat de gedachten bij D66 op dit moment zijn, via u, voorzitter. Nou ja, ik denk dat de capaciteit is een breed begrip. Hè, vooral, en vandaar dat ik het ook op twee vlakken aanvlieg. Volgens mij zijn er ook in de afgelopen tijd meer middelen beschikbaar gekomen. Is er ook een verschuiving opgetreden in die middelen? Dus ik hoop ook, ik bedoel, er zit natuurlijk altijd een soort vertraging in. Dus ik hoop ook dat er zeg maar, de komende tijd nog meer mensen bijkomen. Maar ik denk dat we in het algemeen wel kunnen zeggen dat de arbeidsinspectie meer nodig zal hebben om goed te kunnen doen wat ze doen. Voldoende voor mevrouw Matoeg. Dan heeft de heer De Jong ook een vraag voor u. De heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ja, natuurlijk, uitbuiting moet je altijd tegengaan. En het is ook goed dat de arbeidsinspectie daar volop wordt gezet. En ik kan me ook voorstellen dat er meer capaciteit nodig is. Dat moet je ook echt keihard aanpakken waar het zich voordoet. Maar wat de arbeidsinspectie ook heeft aangegeven afgelopen week, is dat als je dat wil voorkomen, dat dan beperking van arbeidsmigratie ook zeker aan de orde moet zijn. Dat we moeten stoppen met nog meer arbeidsmigranten hier naartoe te halen. Een oplossing daarvoor zou kunnen zijn het invoeren van tewerkstellingsvergunningen. Dat heeft de PVV zeer vaak gedaan en dan was het D66 die daar altijd op tegenstemde. Dus ik zou graag willen weten hoe de geachte afgevaardigde kijkt naar de nieuwe oproep van de arbeidsinspectie om arbeidsmigratie te beperken en of het invoeren van tewerkstellingsvergunningen daarin dan nu toch ook voor D66 een optie zou kunnen zijn. Mevrouw Pot. Nou, voorzitter, ik denk dat het een hele goede oproep in brede zin was van de arbeidsinspectie. Ik denk dat het altijd belangrijk is om gewoon van de mensen in de uitvoering te horen waar de problemen liggen. En ik denk dat ik volgens mij ook in mijn tekst laat zien dat ik dat zeer serieus neem. Wat ik wel lastig vond, is dat er in dat rapport en ook in het debat nu of de interrupties die ik nu krijg, eigenlijk naar één aspect wordt gekeken. En dat is de problemen die er zijn. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Daar moeten we zeker mee aan de slag. Alleen, er is natuurlijk meer te zeggen over arbeidsmigratie. Vakkrachten uit andere landen leveren een hele significante bijdrage aan Nederland. Niet, voor iedereen belangrijk. En ik denk dat dus daarom dat het ook belangrijk is om dat vrije verkeer van goederen en mensen en die arbeidsmigratie, om dat gewoon te laten bestaan en om dat ook te faciliteren. Alleen, ja, dat, wat ik zeg, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. De heer De Jong. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Als je aan de ene kant zegt dat je de arbeidsinspectie, dat je die handen en voeten wil geven om uitbuiting aan te kunnen pakken, en dan het signaal van de arbeidsinspectie zelf, joh, ons werk zou er alleen maar beter op worden, effectiever op worden, beter uitvoerbaar door worden, als we namelijk niet nog meer arbeidsmigratie hier naartoe halen. Of in ieder geval het gaan beperken. Dat is de arbeidsinspectie zelf. Het is niet alleen maar de PVV die dat nu zegt, hè. Het is de arbeidsinspectie zelf. Ik heb er jarenlang op gewacht. En nu komt de arbeidsinspectie zelf met het signaal, even on hold. En mijn vraag is, even de partijpolitieke elementen weghalend,
Luister dan naar die arbeidsinspectie. En zou dan nu eindelijk niet het invoeren van tewerkstellingsvergunningen om daarmee arbeidsmigratie te beperken niet een ontzettend goede oplossing kunnen zijn? Juist ook als het gaat om uitbuiting, om dat tegen te gaan. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er meer dan 1 miljoen mensen hier nu in Nederland aan gemist arbeidspotentieel is. Dat op het moment dat we deeltijdwerkers 1 uur of 2 uur extra zouden laten werken, als ze dat zelf zouden willen, dat we dan de krapte op de arbeidsmarkt over een heel groot deel hebben opgelost. En dat we, als we dat willen realiseren, werkende lonen moeten houden. Maar goed, dat is een andere discussie. Uw vraag is helder, denk ik. Wanneer gaat D66 echt luisteren naar de arbeidsinspectie en steunen ze het voorstel voor het invoeren van tewerkstellingsvergunningen? Mevrouw Pot. Nou, voorzitter, nu gaat de PVV wel heel erg kort door de bocht. Volgens mij luisteren wij heel goed naar de arbeidsinspectie. Alleen, we luisteren niet alleen naar de arbeidsinspectie. Er zijn heel erg veel mensen in Nederland die gedachten hebben over hoe het moet gaan. Ook mensen in de uitvoering. Ik denk dat we naar heel erg veel verschillende mensen moeten luisteren. En dat we dus een hele mooie balans moeten vinden tussen enerzijds de voordelen van arbeidsmigratie. Mensen die wij nodig hebben om in Nederland allerlei maatschappelijke opgaven die we allemaal belangrijk vinden. Hand aan het bed, huisvesting, duurzaamheid. Om te zorgen dat we dat allemaal kunnen doen. En er zijn gelukkig heel veel meer mensen die goed meedenken over wat daarvoor nodig is. Dan moeten we zeker ook, en nogmaals, dat heb ik ook aangegeven, allerlei dingen doen om te zorgen dat de arbeidsinspectie kan doen wat zij moet doen. Maar het is niet het enige. Helder. Voordat ik zie dat nog weer reacties oproept, tot slot zometeen de heer De Jong en daarna ook nog de heer Van Kent. Maar ik wil daarbij als voorzitter nog wel even de opmerking maken dat het gaat nu ook richting arbeidsmigratie. En daar gaan we volgende week nog een rondetafelgesprek met elkaar over hebben. En ook een uitgebreid commissiedebat. Dus ik zou u willen verzoeken om de interrupties ook echt te richten op gezond en veilig werken. En arbeidsinspectie is daar uiteraard onderdeel van. Maar richt u zich daarop vooral. De heer De Jong, tot slot. Nou, voorzitter, kijk, er zijn, als het gaat om uitvoeringsorganisaties, als het gaat om organisaties die wij belasten met een bepaalde opdracht, dan gaat dat vaak goed en vaak ook niet goed. Of het nou bij het UWV is, Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, noem maar op. En wat wij dan als politiek moeten doen, is dat we ervoor moeten zorgen dat als er signalen komen uit die organisaties, dat we die dan serieus moeten nemen. Nu kwam er vorige week het signaal van de arbeidsinspectie. Als wij misstanden, daar gaat dit AO ook over, als wij misstanden op de als het gaat om arbeidsmigratie willen aanpakken, dan moeten we stoppen, of in ieder geval beperken van die arbeidsmigratie. Dus als het daarom gaat, waarom wordt er dan niet volledig geluisterd naar de arbeidsinspectie? Het is degene die het moet uitvoeren. Die hebben wij een opdracht gegeven. Zij komen met een red flag. En dan zegt D66, ja, we moeten daar niet alleen maar naar luisteren. En waarom ik dit zeg, voorzitter, is wij kunnen niet elke keer als politiek tegen uitvoeringsorganisaties zeggen, je moet dit en dat moet je doen. Of vervolgens als ze signalen geven, we trekken het niet meer ons daarvan af te houden. Buiten het feit nog dat we, als het gaat om arbeidsmigratie, we hebben de plekken niet, we hebben de huizen niet, ook niet voor onze eigen mensen. Dus het heeft meerdere aspecten. Maar als het gaat om uitbuiting, collega Pot, dan geeft de arbeidsinspectie nu een duidelijk signaal. En wanneer gaat D66 daar echt naar luisteren? Als het niet zo is, dan zijn het holle frasen. Dan hebben we niks aan deze hele inbreng. Mevrouw Pot, tot slot. Ja, voorzitter, ik vrees dat ik mezelf ga herhalen. Kijk, mijn punt is, de arbeidsinspectie is niet de enige met een opdracht. Er zijn heel erg veel organisaties in Nederland met een opdracht. Bijvoorbeeld de opdracht om te zorgen dat heel erg veel mensen een huis krijgen in Nederland. Met de opdracht dat we zorgen dat er goede verpleging is in Nederland. Om te zorgen dat er, weet je, dus er zijn, we moeten zorgen dat we een balans vinden. En het enige wat ik vraag, en daar gaan we volgende week gaan we daar vrolijk nog veel verder over praten, maar is te zorgen dat we een goede balans vinden tussen enerzijds het voorkomen van misstanden, wat we zeker moeten doen, maar dat we ook aandacht hebben voor al die andere opgaven. En dan kunnen we er niet omheen dat er behoefte is in de Nederlandse samenleving aan arbeidsmigranten. Dank, de heer Van Kent. Ja, dank, voorzitter. Ja, de arbeidsinspectie is natuurlijk het instituut dat erop toe moet zien dat regels en wetten worden nageleefd. En daar spreken we vandaag over. En de arbeidsinspectie heeft een gigataak als het gaat ook om uitbuiting en misstanden rond arbeidsmigranten controleren en aanpakken. En geeft aan, het is dweilen met de kraan open. We zijn aan het controleren. We proberen zaken bloot te leggen en te handhaven, maar we kunnen het niet aan, want er komen steeds weer nieuwe en meer arbeidsmigranten bij. Nou is het standpunt van D66 meer arbeidsmigratie. Dat zat ook in het concept regeerakkoord, kan ik me herinneren.
En de vraag aan D66 is, ik hoor van, je moet naar verschillende partijen luisteren, maar volgens mij heeft D66 vooral naar de werkgevers geluisterd. Als D66 nou eens ook naar de arbeidsinspectie en naar de FNV, maar ook naar de SP, die hier constant alle mogelijke misstanden aan de orde stelt. Is D66 ook bereid om naar die kant te luisteren? En welke conclusie trekt D66 dan als het gaat om het vrij verkeer van werknemers? Nou, voorzitter, ik luister altijd met heel veel aandacht naar heel erg veel verschillende mensen, inclusief mijn collega van de SP. En ook naar de arbeidsinspectie. Kijk, ik snap dat we heel veel vragen van de arbeidsinspectie. Maar tegelijk, kijk, als er een aantal idioten heel erg hard rijden over de weg, dan gaan we ook geen auto's verbieden. Dan gaan we met handhaving gaan we ingrijpen op de idioten die het verkeerd doen. En dat moeten we hier ook doen. Dus het is heel goed dat de arbeidsinspectie de aandacht vestigt op de problemen. Maar het is te eenzijdig om te zeggen dat arbeidsmigratie alleen problemen brengt. En dat is wat ik beweer. De heer Van Kent? Ja, nog de arbeidsinspectie, nog de SP zeggen dat arbeidsmigratie alleen maar problemen brengt. Wat we aangeven is dat het vrij verkeer ervoor zorgt dat er een oncontroleerbare stroom arbeidsmigranten toegang heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat onze arbeidsinspectie aangeeft, zet daar een rem op, want we kunnen het niet aan. Het gaat mis en degenen die daar het slachtoffer van zijn, zijn de arbeidsmigranten. Met andere woorden, als D66 bij dit standpunt blijft, dan heeft dat tot gevolg dat er schijnende uitbuitingssituaties zijn. Dat er niet wordt ingegrepen, maar dat mensen verongelukken. Dat mensen worden gehuisvest in erbarmelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld in het tentenkamp tussen het spoor en de snelweg in Tiel, waar ik laatst was. Of in Boskoop in een polohotel van uitzendbureau Otto, waar kamers zonder ramen worden verhuurd. Al deze situaties blijven in stand als we die ongecontroleerde instroom toestaan. En dat is blijkbaar wat D66 wil. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter. Ik vind het een beetje ingewikkeld, want de SP schetst hier echt een hele valse tegenstelling. Ik heb enorm veel respect voor het feit dat de heer Van Kent continu zeg maar aandacht hiervoor vraagt, dat hij mensen opzoekt, dat hij vertelt wat hij daar ziet. Dat is hartstikke belangrijk. Maar het is niet zo dat wij ongecontroleerde arbeidsmigratie, dat we maar zeggen dat iedereen maar moet komen en dat dat altijd maar moet kunnen. Nee, dat is niet waar. Wat wij zeggen is, laten we zorgvuldig kijken naar welke sectoren hier en daar zeg maar meer mensen nodig hebben. Dan kunnen we op allerlei vlakken kijken hoe we daar oplossingen voor kunnen vinden. We hebben, dat weten we gewoon, onder de streep vakkrachten nodig. Niet omdat grote bedrijven dat willen, maar omdat onze samenleving dat nodig heeft. De heer Van Kent tot slot. En dat laatste is ook mogelijk, hè, met de werkstellingsvergunningen. Dat als er aantoonbaar geen werknemer te vinden is in de zone waarin vrij verkeer van werknemers mogelijk is, dan is daar arbeidsmigratie mogelijk. Dat stelsel hadden we nog niet zo lang geleden en dat is helemaal niet iets heel geks om voor te stellen. Maar het tegendeel van wat hier gezegd wordt, is waar. D66 is wel voor ongecontroleerde arbeidsmigratie. Namelijk uit de Europese lidstaten. Uit Roemenië, uit Bulgarije, uit Polen. Daar wil D66 geen stroopbreedte in wegleggen. Met de gevolgen die ik net heb beschreven, met dat als gevolg. En met als gevolg dat onze arbeidsinspectie alarm slaat en zegt, als je daar niks aan doet, dan gaat het mis, dan blijft het misgaan en dan kunnen wij het niet aan. En die situatie accepteert de SP niet en die situatie accepteert D66 blijkbaar wel en dat is een schande. Mevrouw Pot, tot slot op dit punt. Ja, voorzitter, de SP heeft het over ongecontroleerd. Kijk, D66 vindt het vrije verkeer van mensen en goederen in de EU een heel erg groot goed. Heel veel mensen maken daar ook op een hele goede manier gebruik van. Kunnen hier werken, kunnen hier studeren, kunnen hier allerlei dingen doen. Daar wil ik inderdaad niet aan tornen. Maar ongecontroleerd betekent niet dat we genoegen nemen zeg maar, met de omstandigheden waarin mensen zitten. Gecontroleerd betekent ook dat je zegt, nou, waar we nu mee aan het werk zijn. Het certificeren van uitzendbureaus, het zorgen dat mensen op een goede manier gehuisvest worden. Dat zijn allemaal dingen die we gaan doen om die dingen te beperken. Dus nee, niet ongecontroleerd en een soort oerwoud aan allerlei dingen. Maar wel staan voor dat recht van mensen om hier naartoe te komen en hier te werken. Ik denk dat we de discussie over arbeidsmigratie volgende week gaan vervolgen. Vervolgt u uw betoog, mevrouw Pot? Dan moet ik weer even zoeken waar ik was, voorzitter. Want dat was even geleden. U heeft nog 2,5 minuten.
2 minuten en 10 seconden. Nou, dan, in die tijd moet ik het kunnen vinden. Ja, ik had het over het rapport van Faros over de zorg aan arbeidsmigranten. Want er staan hele zinnige aanbevelingen in over bijvoorbeeld advies geven aan gemeenten en lokale partners en de inzet van sleutelfiguren en tolken om mensen goed te kunnen bereiken. En dat, daar zit wat mij betreft heel veel laaghangend fruit in. Dus kan de minister toezeggen dat met name deze aanbevelingen, dus die dingen die echt snel kunnen, op die zo snel mogelijk worden meegenomen in de uitvoering van alles wat we gaan doen op Roemer. En dan, voorzitter, nog 2 heel andere onderwerpen. Mijn collega-kamerleden van Wijnberg en Beukering vroegen eerder aandacht voor mensen met kanker en andere levensveranderende diagnoses. Gisteravond is opnieuw gevraagd naar de mogelijkheden voor een actieprogramma gericht op gezondheid en werk voor deze mensen. We kijken met heel veel interesse, ook vanuit gezond werk, naar het vervolg. Ook corona heeft een grote impact gehad op hoe mensen een prettige en gezonde manier op een prettige en gezonde manier hun werk hebben kunnen doen. We vragen ons af of er al meer bekend is over de effecten op werkstress en werkplezier, nu mensen weer vaker fysiek aan de slag zijn. We kunnen ons voorstellen dat dat ook voor sommige mensen best een hoop weer met zich meebrengt. Maar ook welke voorzorgsmaatregelen kunnen we nu al nemen om op alle coronascenario's voorbereid te zijn in het najaar. En voorzitter, dan tenslotte. Goed en veilig werken is een enorm breed onderwerp. We horen dat in deze commissie, maar we zien dat zeker ook in de grote hoeveelheid brieven van het kabinet, organisaties en mensen uit het land over alles van werk met gevaarlijke stoffen tot asbest en cabinepersoneel in de luchtvaart. Het lijkt ons behulpzaam om van de minister eens een duidelijk schematisch overzicht te krijgen over de status van al die verschillende onderwerpen die op dit moment lopen, zodat we dat steeds bij kunnen werken met de laatste stand van zaken. En daarop graag een toezegging. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Matoeg namens de fractie van GroenLinks. Dank, voorzitter. 2 weken geleden was het de Dag van de Arbeid. En ik hoop dat velen van ons in deze commissie ook teruggeblikt hebben naar de strijd die gevoerd is voor onze sociale zekerheid. Maar ook de omstandigheden waarin wordt gewerkt. En de brede agenda van vandaag en de breedte en de rijkwijde van de onderwerpen, en dat zie je ook aan de inbreng van de collega's, is gigantisch en laat zien dat die strijd elke dag doorgaat en dat we moeten blijven opletten. Want je denkt soms, het zal wel goed geregeld zijn, en dan schrik je van wat je leest, wat we zien en ook vandaag. Ik ga kijken hoe ver ik kom, want we hadden heel veel onderwerpen, maar er is beperkt tijd. Het eerste onderwerp wat ik wilde aanstippen, voorzitter, gaat over de vaststelling van de wettelijke grenswaarden. We hebben een brief gekregen van de FNV als deze commissie. Ik sluit me heel erg aan ook bij de vraag van de SP, en wij schrokken wel van die brief. Omstandigheden werken met gevaarlijke stoffen, verschrikkelijk, stoffen waar je ziek van wordt. Al een jaar is die commissie bezig en het signaal wat de FNV geeft om te stoppen omdat het te langzaam gaat, is een heel serieus signaal. Mijn vraag aan de minister, hoe staat dat? Er wordt een ultimatum gegeven. Het kan toch niet zo zijn dat er onduidelijkheid is over de situatie. Wat gaat de minister doen, is mijn vraag, voorzitter. Het tweede punt wat ik wilde aanstippen gaat over Schiphol en het cabinepersoneel en het personeel wat werkt ook daar weer met gevaarlijke stoffen. We hebben eerder, heb ik met collega Boucherliet en ook met de SP, vragen gesteld. En mijn vraag aan de minister, wat is de stand van zaken over de onderzoeken rond die uitstoot op Schiphol? En wanneer komt de arbeidsinspectie met het onderzoek? Hoe staat het met het onderzoek waar Schiphol zelf de opdrachtgever is? En hoe wordt nu invulling gegeven aan de aanbevelingen van TNO en het RIVM? Dan, voorzitter, en elk onderwerp is belangrijk, en ik zeg het elke keer, grensoverschrijdend gedrag. Goed, zeg ik via u, voorzitter, dat er een stevig inzicht komt om het aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We zijn heel blij met die inzet van de minister. Dit speelt ook op de werkvloer en ik waardeer dus die inzet. En ook de intentie en de stap die eindelijk gezet wordt over de ratificatie van het ILO-verdrag. Dat was broodnodig. Op dit moment is het zo dat onze wetgeving vooral doelen formuleert, maar nauwelijks maatregelen. Dit maakt dat werkgevers relatief veel vrijheid hebben om zelf te bedenken hoe zij grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen en aanpakken. En we zien in de maatschappij hoeveel aandacht er is en iedereen dat goed wil doen. En wat GroenLinks betreft mogen we daarbij helpen en mag dat wat meer worden ingevuld. Nou, we hebben zelf onze initiatiefwet rond vertrouwenspersonen. Maar we zien ook rond klachtenregelingen eigenlijk dat daar veel vaagheid bestaat. De vraag aan de minister, hoe kijkt de minister ernaar om, en is zij ook voornemens om een wettelijk kader voor die klachtenregelingen te maken? Wij zouden dat enorm aanmoedigen, zeg ik erbij, voorzitter. Dan handhaving, kan ik simpel over zijn, de vraag van collega van D66. We hebben een motie met collega Simons ingediend van bijeen over stillegging. Hoe staat het met de uitvoering van de motie, vraag ik aan de minister. En dat brengt mij, voorzitter, bij flits- en maaltijdbezorger.
Want ook hier geeft de arbeidsinspectie een heel duidelijk signaal. We zien hele grote problemen in deze sector en die groeien. En wat de inspectie laat zien is veel schijnzelfstandigheid. En geeft ook aan dat zij dit met de Belastingdienst heeft gedeeld. Nou, dit is een discussie, doe ik even niet hier. Daar gaan we met elkaar over spreken. Belangrijk onderwerp. En je ziet dus ook dat ook hier de inspectie aangeeft, samen ook met de Rekenkamer, dat die problemen zien toenemen. Maar wel voor dit debat vandaag. De arbeidsinspectie geeft aan dat ook veel flitsbezorging plaatsvindt door jongeren. Jongeren onder de 16. Op fietsen, die tegenwoordig elektrisch zijn. Het zijn net scooters. Ik weet niet hoe het met de collega's zit, maar ik ben ook al een paar keer van mijn sok afgereden. Levensgevaarlijk, die dingen. En dat is formeel toegestaan onder de 16. Eerder hebben we gezegd, rond maaltijdbezorging, dat doen we niet meer. En we zien nu met die boodschappen dat het wel kan. Mijn vraag aan de minister, dat is formeel nog niet verboden, het mag. Wil de minister dit gaan regelen, zodat we dat eerder ook geregeld hebben? Want wat ons betreft is die argumentatie eigenlijk precies hetzelfde. Dan asbest, voorzitter. 3 jaar geleden heeft een collega van ons een motie aangenomen om de aangekondigde maatregelen medio 2020 te evalueren rond asbest. Die motie was niet voor niks. Gezien de discussie in het veld, die nog steeds duidelijk aanwezig is, leek het ons goed om tussentijds te kijken of men op de juiste weg is. Nu wordt gezegd, we gaan eerst alle regelgeving invoeren en dan pas evalueren. Dat was niet de bedoeling van deze motie. En dat is toen ook expliciet besproken in de Kamer. Is de minister bereid om toch nog weer eens een externe partij te laten meekijken over hoe het nu gaat en niet pas aan het einde, want dan zijn we waarschijnlijk te laat. Tot slot, met 15, 14, 13 seconden op de klok. Er liggen meerdere scenario's rond financiering bedrijfsartsen. Een heel belangrijk onderwerp, ook rond arbeidsongeschiktheid. Wat is de minister van plan met deze scenario's te gaan doen? Punt. 4 seconden over de tijd. Was een ademhaling. Mevrouw Katman, aan u het woord namens de PvdA. Ja, voorzitter, dag in dag uit loodzware koffers uit het krappe vliegruim halen, urenlang werken in giftige kerosinedampen of non-stop uitgescholden worden. Gewoon omdat je je werk doet. Bagagemedewerkers en beveiligers op Schiphol moeten zwaar lichamelijk werk doen en werken zich letterlijk kapot. En ze hebben dan dus ook terecht gestaakt. KLM, bagageafhandelings- en beveiligingsbedrijven zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Deze bedrijven stellen stevast lage kosten boven gezondheid en welzijn van werknemers. En dat moet dus anders. En dit alles met de Nederlandse staat als aandeelhouder. De Nederlandse staat is dus eigenlijk medeverantwoordelijk voor die slechte arbeidsomstandigheden. Dus mijn eerste vraag is, wat gaat deze minister doen om bij de aanbestedingen de lonen en arbeidsomstandigheden te verbeteren? Heeft de minister enig idee in hoeverre werkgevers zich inspannen om lichamelijke belasting te verminderen? Dan hebben we allemaal kunnen zien uit de verhalen die we binnenkrijgen, maar vooral ook die undercoveractie van Jeroen van Bergijk, leren we dat die afhandelingsbedrijven dus echt vrijwel niets doen aan die veilige werkomstandigheden. Die zijn dus gewoon in overtreding van de Arbo-wet. Werkgever Avia Partner geeft allerlei smoesjes waarom dus eigenlijk die betere arbeidsomstandigheden niet aangeboden kunnen worden. Is de minister het eens dat het de verantwoordelijkheid is van werkgevers dat werknemers zich niet kapot werken? Ziet de minister ook misstanden op Schiphol en hoe gaat de minister die aanpakken? Gaat de minister Schiphol en KLM op het matje roepen om aan te geven dat ze fatsoenlijk met hun werknemers om moeten gaan? Mijn vraag is ook, hoe vaak is de arbeidsinspectie langs geweest op Schiphol bij de bagageafhandeling en beveiliging? En hoeveel boetes en waarschuwingen zijn er uitgedeeld? Hoe vaak is er door de arbeidsinspectie gehandhaafd op lichamelijke belasting? Dan heeft de heer Van Kent en ook mevrouw Matoeg al het nodige gezegd over die flitsbezorging. Ik was ook heel blij dat mevrouw Van Matoeg begon over wat de arbeidsinspectie ook aangeeft. Een verbod op kinderarbeid in de flitsbezorging is echt het overwegen waard, omdat die bij de maaltijdbezorgers wel al van kracht is en eigenlijk gewoon dezelfde gevaarlijke onvolwassen arbeidsomstandigheden daar aan de hand zijn. Dus ook eigenlijk dezelfde vraag als GroenLinks. Ziet de minister dat verbod ook zitten? Dan de heer De Jong, die stipt het ook aan. Ik ben er heel blij mee over die alcohol- en drugstesten. En ik vond dat hij het voor zijn doen heel aardig formuleerde, want ik ben er echt woest over. Ik vind het niet prettig om te moeten constateren, maar naar mijn idee gaat de minister echt mee in de borrelpraat van de VVD. Want we komen hier gewoon in een soort ongefundeerd vaarwater op
alle terreinen hebben we gewoon volledig gebrek aan inspectie. Zijn mensen letterlijk elke dag in levensgevaar op de werkvloer. Daar kunnen we allemaal niets aan doen. En dan ineens komt er een ongefundeerd plan waarvan we helemaal niet weten hoeveel gevallen er zijn. Om eigenlijk mensenrechten op de werkvloer te gaan inperken voor een of ander plan dat waarschijnlijk in de Malitoren tijdens een borrel is bedacht. Ik vind het echt stuitend. Het is onbegrijpelijk, bizar en idioot. En mijn vraag is eigenlijk ook aan de minister: wat zijn de cijfers van het aantal ongevallen met betrekking tot drugs en alcohol in de chemische industrie? En welk preventief beleid, zoals de heer De Jong ook al vroeg, voeren deze bedrijven op dit moment? Dan de beroepsziekte. Die uitvoering van de tegemoetkomingsregeling stofgerelateerde beroepsziekte die gaat niet per 1 juli van start. Maar ja, dagelijks sterven er wel mensen. En wanneer gaat die tegemoetregeling wel van start? Kan dat per 1 september? Dan de long-covid. Want gelukkig voor al die medewerkers in de zorg is er nu een oplossing. Maar voor al die medewerkers in het onderwijs die gewoon door zijn gaan werken, is die oplossing er niet. Erkent de minister dat er zaken niet goed zijn gegaan in dat onderwijs? Is de minister bereid om onderwijspersoneel met long-covid financieel te ondersteunen met het tegemoetkomingsfonds? En is de minister bereid om te kijken of er voor werknemers met long-covid een derde ziektejaar kan worden ingesteld, zodat de betrokkenen extra tijd hebben om weer te reïntegreren? Dan de handhaving. We hebben gezien dat in die beleidsdoorlichting van artikel 1 van de Arbo-wet eigenlijk dat zelfregulering gewoon niet werkt. De vraag van de Partij van de Arbeid is: hoe kijkt de minister hier tegenaan? Vindt de minister de Arbo-wet nog van deze tijd? En is de minister bereid om de Arbo-wet en dan met name die hele zelfregulering die niet werkt eens grondig door te lichten? Mijn collega Matoeg is hier ook over begonnen. Seksuele intimidatie. Gelukkig, ik ben zo blij dat er geen dag voorbij gaat nu dat we het erover hebben. Maar er moet wel een heleboel gebeuren. Want vrouwen en mannen die dit meemaken, grensoverschrijdend gedrag, die moeten niet, die moeten niet hebben dat het probleem bij hun ligt. En zo wordt het vaak wel gevoeld. Ik ben heel erg blij dat er een nationaal coördinator wordt aangesteld. En ook dat de minister heeft aangegeven dat het ILO-verdrag wordt geïmplementeerd. Nog wel een vraag. Is de minister bereid om eigenlijk het hele ILO-verdrag, dus inclusief aanbeveling 206, mevrouw Matoeg die zei het ook al, dan wordt het wat concreter. Dat gaat over verplichte externe vertrouwenspersoon, een goede klachtenregeling en een nationaal actieplan om dat eigenlijk ook helemaal erbij te betrekken en te implementeren. Dank u wel. Dan zou ik zelf ook graag een inbreng willen leveren. En dan vraag ik de heer Van Kent om het voorzitterschap even waar te nemen. Het woord is aan mevrouw Palland. Voorzitter, dank u wel. Ja, wellicht even een ander geluid bij deze onderwerpen. Want we vinden het normaal dat wanneer we deelnemen aan het verkeer de mogelijkheid bestaat dat we moeten meewerken aan een alcoholcontrole. En iedereen hier in de zaal begrijpt dat je niet met te veel alcohol of drugs achter het stuur moet gaan zitten. En ik denk dat we het ook alle eens zijn met de mensen dat mensen die onder invloed zijn een potentieel gevaar kunnen zijn op de werkvloer en mogelijk ongelukken kunnen veroorzaken. En toch mag een werkgever bij een vermoeden van het onder invloed zijn van een medewerker deze niet verplichten om deel te nemen aan een alcohol- of een drugstest. Uit onderzoek van een platform van Investico voor een aantal kranten blijkt dat uit een steekproef aan de poort 5% van de medewerkers onder invloed was van harddrugs. En daarnaast testte nog een flink aantal mensen ook positief op THC of had alcohol in zijn of haar lichaam. In 25 resultaten van grootschalige alcohol- en drugstesten die het platform mocht inzien, testte vrijwel elke keer zeker een paar procent van de medewerkers positief met een waarde die de rijvaardigheid zou beïnvloeden. Een zorgelijke situatie. Het zal jouw collega maar zijn op de kraan of de heftruck in de bedrijfshal of werkend met gevaarlijke stoffen. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat in de praktijk toch een aantal werkgevers alcohol- of drugstesten af laten leggen, terwijl dat in strijd is met de AVG. En het CDA is van mening dat dat zeer onwenselijk is. We zouden dat moeten reguleren als onderdeel van preventief beleid en als sluitstuk van een goed ADM-beleid. Het ministerie heeft aangekondigd dat er voor specifieke functies in andere bedrijven dan BRZO-bedrijven onderzocht wordt of een wettelijke grondslag moet komen die testen ook mogelijk maakt. In meer sectoren waar serieuze risico's bestaan als mensen drugs of alcohol gebruiken voor of onder werktijd, zoals in de technologische industrie. Ziet de minister mogelijkheden om het wettelijk kader daarvoor ook aan te passen, zodat het ook in andere functies waar alcohol en drugs een risico kan vormen voor het uitvoeren van werk met grote risico's, dat dat afgelegd kan worden? Het CDA vindt inzet op een sluitende alcohol- en drugsaanpak voor een veilige werkvloer noodzakelijk.
testen zou daarbij als sluitstuk van goed ADM-beleid mogelijk moeten worden zijn. Zeker in 3 bedrijfsomgevingen waar risico's op bedrijfsongevallen groot is. Uiteraard om goede waarborgen voor privacy en AVG en afstemming met de ondernemingsraad, het personeel zelf. Ik heb een interruptie voor u. Mevrouw Kappen. Ja, mijn vraag aan mevrouw Palland is, we spreken hier over veiligheid op de werkvloer en we weten dat die onveiligheid zo gigantisch groot is dat letterlijk elke dag mensen hun eigen leven wagen om hun geld, om hun werk goed te doen. Dat we ongelooflijk gebrek hebben aan inspectie, zodat mensen ook die veilige werkplek geborgd krijgen. Er is, als het gaat over drugs en alcohol op de werkvloer, ook heel veel al wat in contracten geborgd is, noem het allemaal maar op, waarin werkgevers en werknemers afspraken met elkaar kunnen maken hoe je daarover ook mensen die waarvan het van het lijkt alsof ze onder invloed op het werk zijn, kunnen worden weggestuurd, noem het allemaal maar op. En nu gaat mevrouw Palland echt voorschotelen alsof dit het grootste probleem is op de werkvloer op dit moment in Nederland. Terwijl we zo'n schrijnend tekort hebben, gewoon om werknemers te beschermen. En mijn vraag is dan ook, ziet mevrouw Palland dit echt nu als het grootste probleem? En ziet mevrouw Palland niet hetzelfde gevaar als wat de PvdA ziet? Dat we eerst heel veel problemen hebben op te lossen, gewoonweg. Om onze werknemers te beschermen op de eerste plaats. En dan pas eigenlijk van dat wantrouwen te gaan handelen alsof iedereen in Nederland met drugs en alcohol zijn werk zit te doen. Mevrouw Palland. Dank u wel, voorzitter. Ik was nog niet klaar met mijn inbreng. En is dit het allergrootste probleem wat er alleen maar speelt? Nee, natuurlijk niet. Er zijn heel veel problemen breed op de arbeidsmarkt. En ten aanzien van veilig en gezond werken zijn er ook grote uitdagingen. Onder andere met de arbeidsinspectie, de capaciteit, de misstanden die er zijn. Maar dit is ook een belangrijke. Want dit heeft ook invloed op een veilige werkomgeving. Dit is ook het signaal wat wij krijgen dat dat een groeiend probleem is. Ook onder arbeidsmigranten hebben ook allerlei krantenartikelen zijn er over verschenen. Wij krijgen ook dit signaal van werkgevers die daarmee worstelen. En die ook het gesprek daar inderdaad met personeel en personeelsgeledingen over aangaan, met de OR. Die in bijzondere omstandigheden in die grote bedrijfshallen waar veel verkeer is en waar gewoon spanning op de werkvloer, waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, al zonder dat je onder invloed bent. En dat zo'n OR dan daar ook zeg maar in mee wil denken. Maar nu mag het gewoon niet. En toch gebeurt het soms. En dat vind ik zeer onwenselijk. Als dit een signaal is dat dit een probleem is, dan moeten we zorgen dat we dat goed wettelijk vastleggen. Onder waarborgen, niet ermee beginnen, niet iedereen aan de poort op voorhand al met wantrouwen gaan testen. Nee, als sluitstuk van preventie, opnames en RINE-beleid. En dan moet het wel mogelijk zijn. Want ik heb ook natuurlijk het signaal van de vakbonden gezien met zorgen over privacy. Er zijn geen cijfers beschikbaar. Er zijn wel wat cijfers, maar er zijn natuurlijk ook maar een beperkt aantal cijfers, omdat er niet getest mag worden. Mevrouw Kappen. Ja, wettelijk vastleggen. Ik heb volgens mij zelf wel eens een contract gehad dat gewoon reden tot openbare dronkenschap, ook in mijn vrije tijd, gewoon reden kan zijn tot ontslag. Ik had gewoon kon naar de poort lopen. Dus we hoeven dit helemaal niet wettelijk vast te leggen. Die werknemers die zijn al heel vaak onderworpen aan zulke soort contracten. Ik zou het veel fijner vinden, en ik hoop dat mevrouw Palland daartoe bereid is, dat we samen op de barricade kunnen staan, dat we nou eens wettelijk vast gaan leggen dat mensen niet meer blootgesteld mogen worden aan werk waar ze gewoon letterlijk dood aan gaan. Dat lijkt me een veel wezenlijker probleem en iets veel wezenlijkers wat we wettelijk vast moeten leggen en waar we die handhavers op af moeten sturen. En ik hoop echt dat mevrouw Palland dat met me eens is. En zelfregulering als het gaat over veilige werkplekken, nou, dat hebben we gezien, dat is bewezen, dat werkt niet. Maar zelfregulering als het gaat over drugsbeleid en alcoholgebruik op de werkvloer, nou, ik heb zelf het meegemaakt, dan zijn werkgevers heel goed in staat om dat zelf in contractjes vast te leggen en mensen de laan uit te sturen. Daar hebben we echt geen wetje voor nodig. Mevrouw Palland. Daar hebben we dus juist wel een wet voor nodig, want het mag niet. Dus wat als u zegt, er zijn contracten, dat mag dus niet. Dus waar het nu gebeurt, is het ongereguleerd. En daarom is het, denk ik, moeten we niet de kop in het zand steken en zeggen van, laten we het er dan maar niet over hebben. We moeten zorgen dat we dat goed reguleren. Onder welke omstandigheden kan het dan wel? En hoe kunnen we zorgen voor een veilige werksituatie? Dus geen zelfregulering, het goed vastleggen en die contracten die u benoemt, dat mag dus niet. Ik heb nog een interruptie voor u van de heer De Jong. Kijk, voorzitter, kijk, we willen natuurlijk allemaal niet dat er onveilige situaties op de werkvloer ontstaan. We willen natuurlijk niet dat mensen dronken of met drugs op de werkvloer zijn. In welke sector dan ook. Ik bedoel, als ik hier in de Tweede Kamer rondloop,
En volgens mij hebben wij hier een heel belangrijke functie als volksvertegenwoordiging. Maar ook leden van het kabinet hebben een hele belangrijke functie. Ja, waar houdt het dan zometeen op? Gaan we Kamerleden zometeen preventief testen? Of ze wel of niet iets hebben gedronken? Ik heb niks te verbergen, maar ik vind het me een beetje raar om dat te doen. Niet uit te leggen. Je zou toch iedereen die een bepaalde functie heeft niet bijvoorbeeld al verplicht moeten laten stellen om een test te laten uitvoeren. Terwijl ik hier toch denk dat we heel belangrijk werk doen. En sommige inbrengen die ik luister, denk ik ook bij mezelf, zit er wat meer achter dan alleen water. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het zeer discutabel is. Welke branches mag het dan wel en wanneer dan mag het dan niet? En zou het dan niet veel verstandiger zijn om bij het begin te beginnen en om te kijken of we op voorhand niet zaken kunnen inbouwen die ervoor zorgen dat en werkgevers wat meer ruimte krijgen op dat gebied en dat we ervoor zorgen dat de mensen gewoon niet onder invloed op die werkvloer verschijnen of dat ze, en dat hoeft dus wat ons betreft niet wettelijk te verankeren, zijn er niet mogelijkheden voor dit kabinet om dat te verduidelijken? En hoe kijkt het CDA daartegen? Mevrouw Pannend. Ik kan dat betoog heel goed volgen. Ook de twijfels die je soms hebt wat hier wel eens voorbij komt, wellicht bij inbrengen van mensen. Maar u zei ook van niet bij voorbaat. Dat is ook precies wat ik heb aangegeven. Niet aan de poort op voorhand iedereen zomaar gaan testen. Het moet onderdeel zijn. Het sluitstuk heb ik ook genoemd. Van een breder preventief beleid. En dat is ook precies volgens mij wat u aangaf, want u noemde ook tussen neus en lippen door, waarbij we dan gaan kijken wat is er dan nodig, werkgevers iets meer ruimte geven. Ja, als ze dat willen, dan moet je dat wel goed borgen en moet je dat in wetgeving netjes met elkaar regelen. En wat mij betreft is de insteek heel goed. Kijk eerst naar die echt, we hebben het natuurlijk alleen nu geregeld voor treinmachinisten, piloten of de personeel in de luchtvaartsector. Mensen die grote verantwoordelijkheid hebben voor het transporteren van mensen, loodsen in de scheepvaart. Maar er zijn natuurlijk andere sectoren waar ook deze grote risico's zijn. En als er signalen zijn over toename van gebruik van ecstasy, middelengebruik, dat onder andere zijn arbeidsmigranten, hulpverleners specifiek daarop die dat ook signaleren, dat een toenemend fenomeen is, dan moeten we zorgen dat we inzetten op die RINE's. Dat het goed onderdeel is van de risico-inventarisatie, van het ADM-beleid van een werkgever, dat de werkgever de tools en de middelen krijgt om het gesprek aan te gaan en het sluitstuk daarvan kan zijn, onder voorwaarden ook kunnen testen. Heer de Jong. Ja, voorzitter, het gaat erom, zoals ik al zei, het doel om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties op de werkvloer ontstaan, dat deel ik. En dat deelt de hele commissie hier. Waar het om gaat is, waar eindigt dit? Welke branches wel en op welke plekken mag het wel en mag het niet? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat iedereen zijn eigen job heel belangrijk vindt. En dat elke werkgever het werk wat hij geeft aan zijn werknemers belangrijk vindt. En dat er in geen enkele situatie een situatie denkbaar is dat iemand beschonken of onder invloed van drugs zijn werk kan uitoefenen, lijkt mij. En mijn vraag is, zonder daar nu alweer gelijk een verplichting tegenover te stellen en zonder dat we hier de maatschappelijke discussie aangaan, want u zegt, ja, gebruik van ecstasy stijgt, ja, dat vind ik ook een groot probleem, maar dat is een maatschappelijke discussie. En als we daar iets aan willen doen, dan hebben wij hier als politiek voorstellen gedaan om drugscriminaliteit keihard aan te pakken, om dat soort dingen te doen. Maar nu gaat het over dat een werkgever zometeen de ruimte krijgt om wellicht ook zonder dat die werknemer dat wil, te testen. En mijn vraag is, is er niet voorafgaande niet de mogelijkheid om preventief op andere wijze, binnen de huidige regelgeving die er al is, ervoor te zorgen dat we die onveilige situaties voorkomen? En waarom kijkt de CDA daar niet eerst naar en wil het gelijk al zaken wettelijk verankeren, terwijl we wellicht nu al tools hebben die onvoldoende worden benut? Mevrouw Pallant. Ik heb erin twee vragen gehoord. Waar eindigt dit dan? Waar baken je het af? De minister heeft in haar brief daar een voorstel voor gedaan. En ik denk, er zijn ook sectoren. We hebben het nu voor drie specifieke types hebben het wel toegestaan. Er zijn ook sectoren waar gewoon bijzondere risico's zijn op de werkvloer. Laten we daar naar kijken. Laten we daar een goed wettelijk kader daarvoor neerleggen. En de tweede opmerking van de heer De Jong was, waarom niet eerst kijken naar
een nog beter preventie en de middelen inzetten die er zijn. Ben ik het mee eens, moeten we ook doen. Want ook niet iedere werkgever maakt al goed genoeg gebruik van risico-inventarisaties en dergelijke. Maar in deze sectoren waar bedrijfsongevallen en het werken met in een gevaarlijke setting, dat zijn vaak de wat grotere bedrijven, die hebben dat vaak al wel goed op orde. En die missen hier echt een onderdeel. Of voelen zich genoodzaakt dat het buiten de regelgeving omgebeurt. En dat wil ik niet. Mevrouw Matouk. De reden dat we hier zo'n levendig debat over hebben is, want we gingen van de borrelpraat en de malietoren naar moet het niet in de wet geborgd worden? En ik deel de verontwaardiging heel erg met de collega's. Is tot waar gaat de invloedssfeer van de werkgever in het privé van een individu? Het gaat over mensenrechten. En het hele punt is, en dat vind ik zo schadelijk ook aan het betoog van de collega van het CDA. Als jij je werk niet goed doet, heeft de werkgever allerlei facetten om te zeggen, hé, je doet je baan niet goed. Of het nou over een heftruck gaat of iets anders. Kun je allemaal doen. Dat vinden we gedoe. Dus wat we nu de hele tijd doen, is er komt een signaal. En we hebben het niet, zoals de collega van de PVV vraagt, in deze hele specifieke sector verhoudt hij zich tot de drie sectoren waar we het ook al hebben toegestaan. Een heel specifiek voorstel. We pakken een signaal en de vraag is meteen, laten we weer de privésfeer van de werknemer met een inperking van lichamelijke integriteit als faciliteit, want dat is zo fijn. Dat is echt een omkering van de werkelijkheid. En waarom ik daar zo aanstoot aan maak, is als we het bijvoorbeeld over een ander onderwerp hebben, bijvoorbeeld lonen, andere commissie, welk antwoord krijgen we dan? Ja, dat is echt aan de werkgever en de werknemer. Er is echt iets tussen degene die de arbeid aanbiedt en degene die het vraagt. Dat kan daar dat faciliteren. En hier schieten we meteen naar een oplossing. Mijn vraag aan de collega van het CDA is gewoon waarom? Waarom? Mevrouw Palland. Ja, ik mevrouw Matouk die geeft ook aan van het is een inbreuk op de privésfeer. En dat willen we natuurlijk niet. Wat je in je privé-tijd doet buiten werk, dat is aan de persoon zelf. De werkgever is wel verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dus als je op het moment dat jij op je werk verschijnt en het gaat daar niet goed, of er zijn serieuze bedenkingen bij jouw gedragingen daarbij, en je brengt daarmee ook anderen mogelijk in gevaar, dan is dat iets waar je wat mee moet kunnen. En ik zie ook dat daar de gesprekken over plaatsvinden met ondernemingsraden, tussen werkgevers en personeelsvertegenwoordigingen. En dan mist dit, en het wil niet, nogmaals niet zeggen dat iedereen op voorhand getest moet worden en dat ik wil dat dat breed ingezet. Het is niet het begin, het startpunt, maar het zou onder voorwaarden, we hebben het nu ook voor die piloot geregeld, voor de treinmachinist, voor de loods in de scheepvaart. Dan vind ik het toch bijzonder dat we deze discussie niet aan willen op andere plekken waar ook deze risico's lopen. En u zegt hier, wettelijke grondslag is allemaal niet nodig, want werkgevers en werknemers, ja, ten aanzien van het thuiswerken moet het dan allemaal weer wel, terwijl die discussie ook loopt. Ja, zo kunnen we aan de gang blijven met elkaar, denk ik. Mevrouw Matouk. En zo doen we het ook en daarom zijn er heel veel debatten. En de vervolgvraag die ik wel echt wil stellen is, hoe scherp is de probleemanalyse? Want een collega van het CDA zegt ook net heel terecht, preventie, wat kun je allemaal doen op de werkvloer? Dat hoorde ik net niet in de vragen. Het feit dat de werkgever dat kan faciliteren. En het laatste, en dan wil ik echt op het hart drukken. Want als je niet uitkijkt, en volgens mij is dat wat we allemaal zeggen, het gaat, wie gaat dit treffen? Het is ook een soort klassenjustitie. Want het is nooit op de Zuidas waar de lijntjes genomen worden. Wie wordt hiermee gepakt? Dat zijn mensen die hard werk doen, die nu al worden aangesproken als ze hun werk niet goed doen. Daar heeft de werkgever alle facetten. En nu komt er ook nog eens bij dat jij gedwongen wordt een test te nemen de dag na een verjaardag. Want ja, dat is wel fijn om even duidelijkheid te hebben voor de werkgever. En volgens mij moeten we ontzettend voorzichtig zijn over hoe we die gesprekken te hebben. En ik ken collega Palland ook. Wat is het probleem? Wat is de analyse? Heel specifiek zijn en niet in één keer lichamelijke integriteit van alle werknemers zo makkelijk mogelijk laten inperken. Want daar zijn we ook heel goed in dit huis. Vraagteken. Nee, helder. En nogmaals, want ik hoor nu ook weer van, hè, ik heb mevrouw Palland niet horen zeggen, nu hoor ik haar iets zeggen over preventie en dergelijke. Dat zat wel, hè. Ik heb het heel expliciet al een aantal keren ook het sluitstuk genoemd. Dus het begint bij het beleid wat op orde moet zijn, de inzet, de preventie. Dat de werkgever dat in zijn beleid goed heeft geïmplementeerd. Dat de ondernemingsraad heeft daar wat mij betreft ook absoluut een rol in. En waar baseer ik dat signaal op?
op de gesprekken, niet zozeer de borrelpraat en de Malitoren. De keren dat ik daar ben geweest, die zijn denk ik heel beperkt. Überhaupt bij borrels aan de overzijde. Het gaat mij wel specifiek om die sectoren waar men zelf de werkgever zich verantwoordelijk acht en waar echt die risico's aanwezig zijn. Dus het gaat echt om de... ik heb de maakindustrie, specifieke grotere bedrijven in de maakindustrie daarover gehoord en in de chemie. En dat wil ik echt serieus nemen. Dus nou ja, vandaar dit signaal en nogmaals, als sluitstuk en onderdeel van het integrale beleid wat mij betreft. Absoluut. Dan ga ik verder, voorzitter, met onderwerpen waar we misschien weer wat meer allemaal op één lijn zitten. Dat is de asbest. En ten aanzien van de ontwikkeling in de asbestverwijdering en de verwerking, daar blijven ook wij ons zorgen over maken. De tweespalt of de padstelling in de sector ten aanzien van dit dossier lijkt nog steeds niet doorbroken. En we lezen een oproep van VNG en EDES om een pas op de plaats te maken met de meerjarenaanpak en eerst met een beleidsevaluatie te komen. En ik hoorde volgens mij ook mevrouw Matoeg enigszins in die richting in haar bijdrage. Voorzitter, een concrete vraag, ook mede na wat ruggespraak met de collega's van de SGP, die hier ook consequent aandacht voor hebben gevraagd. Het arbeidsomstandighedenbesluit is duidelijk. Certificerende instellingen wijzen een schemabeheerder aan en zijn ook eigenaar van dat schema. Maar in het werkveld asbest, en soms ook in andere, heb ik begrepen, gaat deze vlieger niet op. Certificerende instellingen kunnen niet zelf een schemabeheerder aanwijzen. Deze is door SZW aangewezen. En ze zijn geen eigenaar van het schema. Het kan leiden tot een ongewenste vermenging van publiek en privaat. En dat was nou precies wat we wilden vermijden in deze sector. Hoe gaat de minister zorgen voor aanpassing? En kan zij op korte termijn ook door een wellicht een onafhankelijke commissie laten kijken naar deze werkwijze? Voorzitter, in het vorige commissiedebat van juni 2021 refereerde ik al aan een CNV-onderzoek ten aanzien van seksuele intimidatie op de werkvloer. En dat bijna de helft van de vrouwen daar ook ervaring op vervelende wijze mee heeft. En de afgelopen maanden volgden de verhalen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zich ook snel op. Het speelt niet alleen in de sport, de politiek of de media, maar ook in bedrijven waar die niet dagelijks in de spotlight staan. En het CDA is heel blij dat de minister mevrouw Hamers heeft aangesteld voor het opstellen van een nationaal actieplan aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, gericht op een langjarige inzet en duurzame verandering. Kan de minister aangeven hoe dit traject opgezet wordt en op welke momenten de Kamer hierover geïnformeerd wordt? Voorzitter, op de agenda voor dit commissie staan ook een aantal punten geagendeerd met betrekking tot hybride werken. En de ervaringen van de afgelopen 2 jaar in coronatijd hebben bij werkgevers en werkenden geleid tot nieuwe ervaringen en mogelijkheden van plaatsonafhankelijk werken. Het thuiswerkadvies is inmiddels vervallen in maart. Het is omgezet in een oproep aan werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken ter zake het stimuleren van hybride werken. En we zien dat ook steeds meer bedrijven in cao's en in cao's daar afspraken over worden gemaakt. Het kabinet werkt aan de agenda voor toekomst hybride werk en die zou dan voor de zomer moeten komen. Kan de minister aangeven welke stappen zij wil zetten, ook naar aanleiding van het CER-advies dat we hebben ontvangen? En wordt daarbij ook aandacht besteed aan het aanpassen van RINE's die nu vaak gericht zijn op werk op kantoor, maar er door het hybride werken daar ook aanpassing op vragen? En tot slot, op dit punt vraagt het CDA aandacht voor de positie van grenswerkers. In het debat over de uitvoering van de sociale zekerheid vorige maand zei de minister toe voor 1 juli de Kamer te informeren over de verlenging van de regeling die door corona in het leven is geroepen met betrekking tot de fiscale regels voor thuiswerkende grenswerkers. Aanvullend wil het CDA vragen om hier in het licht van het CER-advies ook een structurele oplossing voor te zoeken. Kunnen we daarover worden geïnformeerd? Ik heb geen tijd meer, zie ik. Dank u wel, dat was het. Dank u wel, mevrouw Pallant. Dan geef ik het voorzitterschap weer aan u terug. Dank. Dan zijn we aan het einde van de eerste termijn van de Kamer gekomen. Ik weet niet hoe lang de minister graag zich zou willen beraden op alle vragen. 20 minuten. 20 minuten. Dan, 20 minuten, ja. Ja. Dan vervolgen wij de vergadering om 14:30.
We vervolgen het commissiedebat van Veilig en Gezond Werken van de Commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid. De eerste termijn aan de zijde van de Kamer is geweest, dus het woord is nu aan de minister om te reageren op alle vragen en opmerkingen die zijn geplaatst. Ik memoreer even, we hebben de tijd tot 4 uur, dat is nog een kleine anderhalf uur. Dat lijkt ruim, maar de ervaring leert ook, er zijn heel veel vragen en verschillende onderwerpen komen nog aan bod. Dus we moeten denk ik met elkaar even de discipline opbrengen om alles goed tot zijn recht te laten komen en de vragen die er nog zijn wel te kunnen stellen. Maar misschien kan de minister ook aangeven op welke wijze zij denkt dat de onderwerpen langs zij komen. Dan kunnen de Kamerleden daar rekening mee houden. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een breed scala aan onderwerpen die ook nu aan mijn recht zijn nog wat geordend worden. Ik zal dadelijk even de volgorde aangeven dat we het per blokje kunnen doen, dat u ongeveer weet wat waar komt. Maar allereerst, dank voor al uw inbreng. Ik denk dat u alle deelt, wat ik ook deel, dat die arbeidsomstandigheden in Nederland, dat we daar een urgentie voelen om die te verbeteren. Ja, om het werken in Nederland gewoon veiliger, fatsoenlijker, beter te maken. Ik bespeur ook bij uw vragen en bij mezelf trouwens ook toch wel een zoektocht naar wat samenhang en overzicht. Dus ik ga zeker u, dat zal na de zomer worden, een overzichtsschema. We moeten even kijken hoe we het vorm gaan geven. Van, nou, dit zijn de onderwerpen die er allemaal in zitten. En waar zitten nou die knoppen om het verschil te maken? Want u noemde, het komt straks wel, een aantal onderwerpen waarvan wij zeggen, die noemt u bijvoorbeeld bij flitsbezorging, die komen straks in een andere wet terug. Hè, dat is bijvoorbeeld met die 16-jarigen. We komen er dadelijk op. Maar even als voorbeeld is dat u ook ziet van nou, in welk traject komt welk onderwerp terug. En wat ook belangrijk is denk ik dat we, en daar komen we dadelijk ook op, natuurlijk bezig zijn met de nieuwe Arbovisie. De hoofdlijnen daarvan heeft mijn voorganger Koolmees al aan de Kamer gestuurd. Die ligt nu ter consultatie bij de SER. En ik zal dadelijk verderop ook aangeven wat ik daar als mijn accenten aan mee heb gegeven. En waar ik ook op een aantal dossiers al naar aan het handelen ben. Vooruitlopend op die nieuwe arbeidsvisie. Arbovisie, pardon. Gezond en veilig werken, heel breed terrein. Dat bleek ook uit uw vragen. Maar dat komt ook omdat je op de werkvloer natuurlijk heel veel verschillende en verschillende soorten risico's kan tegenkomen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is eentje waar mensen heel snel aan denken. Maar het is natuurlijk ook fysieke belasting, mentale belasting, seksuele intimidatie. Maar ook operationele risico's, om er maar een paar te noemen. Daarnaast zijn er vraagstukken die over het stelsel gaan. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn de normen? En bijvoorbeeld bij de wijzigingen die we doorvoeren om het asbeststelsel te verbeteren, krijg je ook weer vragen terug over wat vinden wij dat die norm moet zijn en hoe zit het stelsel in elkaar. En daarnaast komen natuurlijk een heleboel nieuwe opgaven voor ons door hybride werken, door technologische veranderingen, maar ook door veranderende normen en veranderende regelgeving. Ik wil graag een aantal observaties kort met u delen voordat ik op de verschillende onderwerpen inga. De eerste is die Arbovisie als momentum om beleid te herijken. Zoals ik al zei, vorig jaar hebt u de hoofdlijnennotitie Arbovisie gekregen. Maar voor mij is dat wel echt een kans om wat wissels te gaan verzetten in het beleid. Want ik vind dat wij wel toe zijn aan een reflectie op de rol van de overheid. De vorige Arbovisie uit 2012 die ging uit van een terugtredende overheid. Inclusief over zijn taakstelling. En meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers. Minder regels, meer ruimte voor invulling op de werkvloer en voor maatwerk. Dat kan goed werken. Maar dat kan ook, en dat heb ik ook eerder met uw Kamer gedeeld, tot laissez-faire leiden. En dat is wat we natuurlijk in een aantal van die onderwerpen die vandaag aan de orde zijn geweest terugzien. Dat betekent dat soms werkgevers, werknemers, het systeem die verantwoordelijkheid onvoldoende voelt of onvoldoende oppakt of er ook onvoldoende weet van heeft. Nou, en dat heeft gevolgen voor de gezondheid, voor de veiligheid van werken, maar ook voor het werkplezier. Dus om daar toch een trendbreuk in te realiseren, is het in mijn beleving noodzakelijk dat die overheid meer aanwezig is, duidelijker normen stelt. Zonder daarbij overigens de verantwoordelijkheid bij de werkgevers weg te halen. Maar wel dus duidelijke normstelling, aanspreken van werkgevers op hun verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld via de SER, de Stichting van de Arbeid.
betere prikkels op preventie en toezicht en handhaving. Het voorbeeld wat u allemaal kent en een aantal van u ook aanhaalde is natuurlijk de aanpak van seksuele intimidatie. Waar we hebben gezegd met de aanstelling van de regeringscommissaris geven wij als kabinet een signaal af dat we vinden dat de overheid daar een meer normerende rol in moet hebben. En ik zal dadelijk ingaan op hoe we dat aan het aanpakken zijn en wat we in dat plan van aanpak aan u gaan toesturen. Of wanneer we dat gaan toesturen, wat de hoofdpunten zijn. Maar ook de wijzigingen van het asbeststelsel, komen dadelijk ook op, gaan we ook uit van meer publieke sturing. Omdat we ook daar vinden dat het belangrijk is dat die overheid aanwezig is in dat debat. Dat die overheid een mening heeft, een norm stelt, maar ook iets verwacht van werkgevers en werknemers. Dat betekent ook, als we met die nieuwe arbovisie bezig zijn, dat we prioriteit moeten aanbrengen op beleid ten aanzien van de grootste arbeidsrisico's. Of dat nou is voor het beleid maken of voor de handhaving. Dat is op dit moment nog heel duidelijk blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, burn-out. Daar hebben we het vandaag nog niet over gehad, maar die staat al heel lang op het lijstje. En daar hebben we seksuele intimidatie de laatste maanden aan toegevoegd. Daarnaast moeten we zorgen dat het stelsel toekomstvast wordt gemaakt. Dat we het aanpassen op verandering in de manier waarop we werken. Hybride werken, future of work. En daar wil ik ook even de discussie die we al eerder hebben gehad over platformwerken, flitsbezorgers aan toevoegen. Omdat dat kun je zien als een uitvloeisel van het stelsel. Je kunt het zien als innovatie. Maar in ieder geval, wij zien dat we daar met elkaar aan de bak moeten qua arbeidsomstandigheden. En ik hoop dus ook dat u vooruitloopt op die definitieve arbovisie in een aantal van die dossiers die nieuwe accenten ook al terugziet. Hoe graag ik de wereld ook wil veranderen, ik kan het niet in mijn eentje. Laat dat ook duidelijk zijn. Dat zal moeten met de sociale partners, zowel beleidsmatig als op de werkvloer, waar werkgevers en werknemers ook gewoon een verantwoordelijkheid hebben. En ook samen met u. En zoals dat ook met de andere dossiers doen. Ik kom voor deze na de zomer, ik had bijna voor de zomer gezegd, nee hoor. Ik kom na de zomer met die hoofdlijnenvisie op de vernieuwing van de arbo. Zodat ik dat met u kan bespreken. En natuurlijk ook met mijn voorkeur erbij. En dan kunnen we het vervolgens verder uitwerken. En dan kunnen we dus ook, als we dat gesprek hebben gehad over ambitiebeleidskoers, dat gestructureerd op alle verschillende onderwerpen uitwerken. Dus dat waren mijn accenten. Een meer aanwezige overheid, duidelijke normering, doet niet af aan de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Maar wel een duidelijk gesprek met elkaar om te zorgen dat die arbeidsomstandigheden waar wij gewoon met elkaar van zeggen dat vinden we niet acceptabel tot en met het moet beter en alles tussenin, dat we daar ook werkelijk wat aan kunnen doen. En dan komen we dadelijk ook op de handhavingsvraag, want het begint bij het beleid en het eindigt bij de handhaving. De hoofdstukken. Ik heb hier een hoofdstuk asbestgevaarlijke stoffen. Een hoofdstukje seksuele intimidatie, dat is een snelle, denk ik. Laten we zo zien. Long-covid. Dan een hele tap NLA, arbeidsuitbuiting, arbeidsmigratie. Flitsbezorging. Kan erbij. En dan hebben we nog thuiswerken, hybride werken, alcohol- en drugstesten en een hele stapel overig. Dus we beginnen even met eigenlijk bijna de klassieke, als we het hebben over arbo, hebben we het vaak natuurlijk over gevaarlijke stoffen. Dat is de klassieke arbo-discussie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En om dan maar te beginnen met ook het rapport van Heerts en het ultimatum van de FNV over die grenswaarden. Daar heeft de SP aan gevraagd, de GroenLinks. Allereerst, het klopt dat er nog te veel werkende nadelige gezondheidseffecten ondervinden van gevaarlijke stoffen. En ik deel de zorg van de FNV op dit punt. We hadden ook een week of twee, drie geleden een bijeenkomst over gevaarlijke stoffen. En daar zie je ook gewoon, het moet gewoon beter. Het moeilijke is natuurlijk dat mensen die nu ziek worden, jaren geleden blootgesteld zijn. En vervolgens ook hun pensioen niet meer halen. Of als ze hun pensioen wel halen, halen. En dat is natuurlijk precies wat we niet willen. Maar dat betekent ook dat we vandaag de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen die anders morgen ziek worden of over 20 jaar ziek worden. Nou, die grenswaarden, daarmee beschermen we de werkenden tegen de meest ziekmakende stoffen. En sinds 2021 ben ik, dus mijn voorganger eerst, in gesprek met de SER, FNV, NLA
over de wijze waarop die grenswaarden bepaald moeten worden. Nou, dat gesprek loopt. Dat zet ik ook de komende tijd voort. En indien nodig, dan zal ik daar ook persoonlijk aan deel gaan nemen. Relevant is daar dat de SER binnenkort komt met de resultaten van het project haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Stijl, HONS. Dat is mede op verzoek van FNV, door de SER gestart. Gesubsidieerd door Sociale Zaken overigens. En dat is gericht op het versnellen en verhogen van de kwaliteit van gegevens van bedrijven over de haalbaarheid van streefwaardes. En die resultaten willen we meenemen in de discussie over het stelsel. Nou, we moeten natuurlijk even op die uitkomst van dat onderzoek wachten. Maar ondertussen zijn er wel een aantal zaken die we al wel kunnen doen. Want een van de aanbevelingen van de FNV, die kunnen we uitvoeren. En dat is het direct vaststellen van de verbodswaarde. Of indien uit een kwikscan blijkt dat dat kan, de streefwaarde. Dat heb ik u ook vorige week of eervorige week geschreven. Dus dat is één maatregel die we al vooruitlopend op een nieuw stelsel, vooruitlopend op uitkomst van onderzoek, gelijk kunnen nemen. Tweede is het onderzoeken. Daar zijn we mee begonnen. Hoe we kunnen komen tot betere informatie over de haalbaarheid van grenswaardes in de praktijk. En daarbij staan we ook echt open voor andere opties voor verbetering dan degene die tot nu toe op tafel liggen. Ook die uitkomsten moeten mee in dat SER-project. Al met al, ik zou het betreuren als de FNV uit deze commissie stapt. Want we zijn wat mij betreft nog in gesprek. Maar mede naar aanleiding van die brief wil ik natuurlijk wel goed van ze begrijpen wat zij als problemen zien, terwijl er een aantal trajecten lopen, wat er versneld of verscherpt moet worden. En op die manier zorgen dat zij gewoon onderdeel blijven van het stelsel, het systeem en de discussie. En daarmee ook de normering over die gevaarlijke stoffen. Dus dat ten aanzien van de FNV. Dan was er een vraag van mevrouw Matoeg over ultrafijnstof Schiphol. Voordat u daaraan begint, ja. Minister, een interruptie van mevrouw Matoeg. Dank voor het antwoord. Want volgens mij is ook, en een collega van Kent stelde de vraag ook, dit is heel belangrijk. Ja. En daar begint de minister ook mee. En de brief die we gekregen hebben, daar wordt aangegeven, wij stappen nu van tafel. En dat betekent dat die SER-werkgroep niet meer werkt, die subwerkgroep. En dat stelsel wat we hebben, de minister geeft nu aan. Die zegt, volgens mij zijn we goed bezig. En ik kan dat nu niet duiden. En een van de dingen die in de brief heel duidelijk zijn aangegeven is, wij willen voor 1 juli dat er iets geregeld is. En mijn vraag aan de minister, kan de minister daar wat meer woorden over wijden? Want ik kan het verstaan dat de minister zegt, daar komen we uit. Maar ik las de brief van FNV echt anders. En volgens mij zijn we het dus met elkaar eens dat wat er ook gebeurt, het allerbelangrijkste is dat de controle op die werkvloeren waar met gevaarlijke stoffen gewerkt, dat die medewerkers niet de slachtoffer zijn van het feit dat iets heel lang duurt. Ja. Nee, ik ben het, voorzitter, ik ben het met mevrouw Matoeg eens dat het uiteindelijk om de mensen op de werkvloer gaat. En wat voor Haagse discussies wij hier ook hebben met commissies en vertragingen. De brief was in zoverre voor ons hier aan tafel. Wij dachten dat het redelijk goed liep, laat ik het zo maar zeggen. Dat blijkt niet zo te zijn, dus we moeten gewoon het gesprek aan. Wat daarachter zit en wat FNV dus kennelijk in dat lopende haalbaarheidsonderzoek, in die lopende processen, in allerlei lopende gesprekken niet voldoende vindt. En dat gesprek ga ik gewoon aan. Het ultimatum is 1 juli. Het is een beetje zitten flauw om dat te zeggen, dan hebben we nog 6 weken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik wil gewoon goed begrijpen aan tafel van de FNV wat hier de drijfveren achter zijn. Want dat weet ik nu niet goed genoeg. Mevrouw Matoeg. En versta ik de minister dan goed dat dit heel snel en dat u ze waarschijnlijk bij uzelf of dat u zelf langs gaat en niet wacht? Want het beeld was dus, het gaat daar goed. En het beeld dat wij krijgen, het gaat niet goed. Ja. Dat met die urgentie ook wordt opgepakt. Ja. Nee, dus daar is een gesprek nodig van wat dan. Hè? Kennelijk zijn er verschillende beelden over hoe het loopt, wat daar aan de hand is. Uiteindelijk, zoals ik ook zei, het streven is natuurlijk dat FNV gewoon in die commissie blijft, zodat we dat met elkaar, werkgevers, werknemers en in mijn ogen dus meer aanwezige overheid, mee verder gaan. Gaat u verder. Dan komen we bij Schiphol, ultrafijnstof. Daar is, zeg ik tegen mevrouw Matoeg via de voorzitter, een sectorbrede taskforce ultrafijnstof gestart op Schiphol. Die het werk dat al gedaan is door het RIVM en TNO meeneemt.
En hierin laten de werkgevers gezamenlijk onderzoek doen naar de gezondheid van de platformmedewerkers. En op basis van dit onderzoek komen zij tot een aanpak. Samen met de minister van IMW volg ik die taskforce nauwlettend. En zoals toegezegd in antwoorden op Kamervraag van onder andere het lid De Hoop van de PvdA, wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd over de voortgang van de resultaten. De NLA is vorig jaar gestart met een onderzoek naar de naleving van de arbo-regelgeving in verband met vliegtuiguitstoot. Dat onderzoek loopt nu. Verder gaat de Gezondheidsraad starten met een advies over respirabel en inhaleerstof in het kader van de voorbereiding van wettelijke grenswaarden, die er dus nu nog niet zijn. En ik ben in gesprek met de Gezondheidsraad om te bezien of ze in dit advies ook zoveel mogelijk ultrafijnstof mee kunnen nemen. Korte interruptie van mevrouw Matoeg. Dank voor dit antwoord, zeg ik tegen de minister via u, voorzitter. Wat ik hier heel belangrijk vind is, papier is goed geregeld. Zowel de rechten als in de processen. Supergoed dat er een taskforce is. Maar het allerbelangrijkste is dat je dus niet een papieren werkelijkheid hebt en een werkelijkheid op de werkvloer. Want daar gaat het om. Dus ik wil aan de minister vragen vanuit de SZW-commissie daar ook constant scherp op te zijn. Dit antwoord was goed, maar ook met die bril. Niet de papieren werkelijkheid, maar de werkelijkheid op de werkvloer. Punt. Ja, voorzitter, dit gaat ook ons aan het hart. Sociale Zaken is hierbij betrokken, zit in al die commissies, doet mee, is er dus dicht, zit er dicht op. En die praktische insteek is nou juist natuurlijk ook de insteek van de NLA. Die test natuurlijk ook of er beleid is, want je moet eerst beleid hebben en vervolgens testen wat dat dan in de praktijk betekent. Dus uw zorgen zijn duidelijk en die zullen we ook extra goed meenemen. Dan hadden we de commissie Heers en de tegemoetkomingsregeling. De heer Van Kent vroeg daarna, mevrouw Katman. Waarom start de regeling niet op 1 juli? De voorbereidingen voor die uitvoering die blijken meer tijd te kosten. Daarom hebben we 1 juli niet gehaald. En dat zit met name in de ontsluiting van de ICT-systemen van de verschillende partijen in de keten, in de uitvoering. Het is heel belangrijk voor deze mensen dat als we daarmee starten, dat we ook een zorgvuldige uitvoering kunnen doen. Dat het klopt, want dit zijn mensen die ziek zijn, zorgen hebben. Dat moet gewoon in één keer goed. Het moet ook zorgvuldig gebeuren. Ik wil wel de vaart houden in de voorbereiding. Dat heb ik ook die 2 weken geleden, toen we op die dag van de gevaarlijke stof waren, ook tegen de FNV en een aantal mensen daar gezegd. Dat betekent dat we ons nu al kunnen voorbereiden op voorlichting en communicatie. Dus parallel aan die ICT-systemen bereiden we alles voor, zodat op het moment dat de ICT-systemen het ook doen, we gelijk van start kunnen. En ik zal u voor de zomer laten weten wanneer die regeling dan in werking kan treden. Ja, ik begrijp dat u zegt, kunt u mij niet nu laten weten wanneer het kan. Ik ben afhankelijk van die ICT-systemen. Ik heb de vraag zelf ook gesteld in aanloop naar dit debat. Maar ik zit er bovenop, dat gaat niet nog jaren duren. Dat kunt u, daar kunt u, nee, daar kunt u van op aan. Maar het is natuurlijk, ik zag u kijken toen ik zei, hè, voor de zomer laat ik u weten wanneer dan wel. Maar dan krijgt u ook een antwoord wanneer dan wel. Dan krijgt u niet weer een antwoord, u hoort weer van ons. Asbest. We hebben een meerjarenaanpak, zoals u weet, in 2018 gestart. En daarmee worden substantiële verbeteringen doorgevoerd in het functioneren van het stelsel. Die uitvoering daarvan loopt. En de komende periode komen er belangrijke mijlpalen binnen handbereik. Eenduidige asbestregels, meer risicogericht beleid, ruimte voor verantwoorden aan innovatie en het blijvend borgen van de veiligheid van werknemers zonder dat daarbij onnodige kosten komen kijken. Dat waren de uitgangspunten van die meerjarenaanpak. Rode draad in deze aanpak is meer regie bij de overheid, risico's meer vaststellen op basis van wetenschap en de stakeholders betrekken, maar geen doorslaggevende rol geven bij normstelling en belangenafweging. Dus we horen de stakeholders wel, maar uiteindelijk zet de overheid de norm. Als we het hebben over, want een aantal van u had het daarover, meer risicogericht beleid, dan vraagt van de ene kant de maatschappij natuurlijk om een voorzichtige, veilige, maar ook redelijke omgang met asbest. Dat is al kennelijk een aantal jaar een lastige discussie.
Je moet geen ingrijpende maatregelen treffen die niet nodig zijn in situaties waar het risico relatief laag is. Maar tegelijkertijd moet je zorgen dat de veiligheid van de werknemers voorop staat. En dat je hen juist beschermt tegen aanwezige risico's. Nou, die meningen in het veld verschillen nogal. En met de vernieuwingen die we nu aan het uitvoeren zijn, denken wij dat wij daar in balans aan toekomen. Daarbij vroeg de heer Van Kent, moet het werk door deskundigen worden gedaan? Ja, asbest verwijderen is werk voor deskundigen. Dat is zo, dat blijft zo. Inventarisatie blijft ook altijd door een gecertificeerd bedrijf. En certificatie voor asbest verwijderen wordt meer gericht ingezet voor toepassingen met een inherent gevaar. Ook bij andere toepassingen blijven strenge verplichtingen. Maar als het een andere toepassing is, heb je niet altijd die certificatieplicht weer nodig. En dan vroeg de heer Simons of het plan van aanpak voor asbestdaken, de certificering, niet sneller kan. Er vindt heel veel overleg plaats tussen mijn ministerie en de collega's van IMW. Dus dit specifieke punt voeren we overleg op. Maar over de versnelling van die certificering, dat vraagt toch echt intensieve afstemming met verschillende partijen, zoals de NLA, de Raad voor de Accreditatie, schemabeheerder Assert. Daar hoort een bepaalde doorlooptijd bij voor het aanpassen van wijzigingen in die schema's. En dit moet gewoon zorgvuldig. Dit moet gewoon echt stap voor stap. We zijn in gesprek met al die betrokken partijen om dat proces meer te stroomlijnen, om daarmee ook de doorlooptijd te optimaliseren. En we zetten in op het vaststellen van een geformaliseerd proces met alle betrokken partijen nog in het tweede kwartaal van dit jaar. Dus dat is in de komende maanden. Dan vroeg mevrouw Palland naar het pauzebestand en de eerste evaluatie. En mevrouw Matoeg noemde dat ook al. Want VNG en Edes hebben gevraagd om een pas op de plaats voor de meerjarenaanpak en eerst met een beleidsevaluatie te komen. Nee, ik ben niet bereid om een pas op de plaats te maken met de meerjarenaanpak. Want de verbeteringen die daarin zitten, die zijn gewoon hard nodig. En er zitten in het arbo-domein van die asbestregelgeving problemen die gewoon aangepakt moeten worden. En als we dan eerst een evaluatie gaan doen en dan weer gaan aanpakken, dan zijn we weer een jaar, twee jaar verder. Dus die aanpak is niet geholpen bij een pauze. Ik ben zeker van plan om de evaluatie uit te voeren. De motie Rentkema en Van Weyenberg vraagt daar ook om. Alleen het is niet zo effectief om de evaluatie uit te voeren als we de aanpassingen nog aan het uitvoeren zijn. Dus daarom eerst de aanpassing in het stelsel, dan de evaluatie en daarmee dus ook de uitvoering van de motie. En in het commissiedebat van 24 juni 2021 heeft mijn voorganger aan u gemeld dat de evaluatie een half jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van start gaat. Dan vroeg mevrouw Palland naar certificerende instellingen. En wie er nou wat aanwijst bij het schemabeheerder, schema vermenging en vermenging van publiek-privaat. Allereerst, het is niet SZW die de schemabeheerder aanwijst. In het arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen dat de certificerende instellingen gezamenlijk bepalen wie zij als schemabeheerder aanwijzen. En in het geval van asbest is dat Assert. Dus SZW volgt de certificerende instelling die Assert als schemabeheerder heeft aangewezen. En die certificerende instellingen kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk in plaats van Assert een andere schemabeheerder aan te wijzen, indien zij dat noodzakelijk achten. Nou, neem aan, die is net aangewezen dat dat niet gelijk zal gebeuren. Maar dan kan Sociale Zaken dus de wijzigingsvoorstellen van deze andere schemabeheerder gebruiken voor het opstellen van een wettelijk verbindend, voor het opstellen van wettelijk verbindende certificatieschema's, wat een hoop C en S certificatieschema's, en de verwijzing naar het schema van de nieuwe schemabeheerder in de arbo-regeling opnemen. Dus eigenlijk doen wij dat op aangeven van Assert. En Assert is aangewezen door de verschillende CI's samen. Dan is er dus ook geen, wat ons betreft, aanleiding om daar een aparte evaluatie onafhankelijke commissie voor samen te stellen. Want het is op die manier onafhankelijk. En dan vroeg de heer Simons hoe we bij asbest en innovatieve werkwijzen de innovatie kunnen versnellen. Het is belangrijk om die balans te vinden tussen de ene kant de goede bescherming en de andere kant innovatie. Want in techniek is altijd innovatie. Ik ben zelf ingenieur, dus ik
weet dat ingenieurs weer mooie nieuwe dingen verzinnen. Dus je wilt ook juist dat die innovatie ook daar kan plaatsvinden. En daar zijn ook goede vorderingen te melden. Voor de onafhankelijke beoordeling van innovatieve werkwijzen en producten is in het voorjaar 2020 het VIP opgericht, u noemde het al. Daar kan een producent terecht voor zogeheten landelijke validatie. We hebben inmiddels 12 verzoeken bij het VIP zijn er ingediend. Waarvan er 3 tot nu toe een positief advies hebben gekregen. Dus die zijn helemaal doorgeanalyseerd. En daarop heeft SZW inmiddels een positief besluit genomen. En deze zijn als veilige werkwijze erkend. Daaronder was ook 1 schuimtoepassing. En dezezelfde schuimproducent heeft inmiddels een nieuw verzoek ingediend voor een andere asbesttoepassing. Dus het werkt, zou ik zeggen. Mensen dienen innovatie in, het wordt beoordeeld, gaat een heel proces doorheen en dan kan het ook landelijk gevalideerd worden. 2020, voorjaar begonnen. Ik denk, nou, na 2 jaar al zoveel, dat vind ik niet zo stroperig. Dat vind ik eigenlijk best behoorlijk op orde. Want de hele procedure tot het aanbieden aan sociale zaken, dat kan tot 4 tot 5 maanden, dus laten we zeggen een klein half jaar. Maar die snelheid van die procedure hangt natuurlijk erg af van de inbreng van degene die wil innoveren. Klopt het op kwaliteit, op inhoud, op volledigheid van het ingediende dossier? Want zorgvuldigheid is daarbij wel belangrijk. En natuurlijk dat alle partijen die VIP-procedure volgen. Daar willen we gewoon aan vasthouden en alle stappen daarvan doorlopen. Deze hebben we gehad. Dat was asbest. Dan gaan we naar de NLA. Verslikt. En daar doen we dan gelijk toch de arbeidsmigratie, arbeidsuitbreiding. Ja, volgens mij is het blokje asbest en gevaarlijke stoffen. Ja, excuses. Het is een stukje gevaarlijke stoffen en de NLA. Dus ik noemde het NLA, maar het is nog gevaarlijke stoffen. En mevrouw Katman vroeg daarna. Hij kan ook bij NLA, maar het gaat over toezicht op arbeidsomstandigheden luchthavens. En gezondheidsklachten als gevolg van vliegtuiguitstoot. Dus ja, dat kan onder gevaarlijke stoffen en dat kan onder NLA. Ja. Nou, werkgevers, daar vroeg u ook naar. Ja, werkgevers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. En werkgevers dienen te voldoen aan de Arbowet en de arbeidsomstandighedenregelgeving. Daar houdt uiteindelijk de NLA, de Nederlandse Inspectie, Arbeidsinspectie, toezicht op, risicogericht, naar aanleiding van meldingen, klachten of andere signalen. De luchtvaart in algemene zin, en daarmee dus ook Schiphol en KLM, zijn grote werkgevers. Daarmee regelmatig onderwerp van toezicht. Dan hebben we het even over de stoffen, we komen dadelijk op de andere discussie. Bij KLM zijn sinds 2007 meerdere inspecties verricht met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. Die hebben onder meer plaats gehad bij de onderhoudswerkplaatsen van KLM. En sinds 2006 zijn inspectieprojecten uitgevoerd met betrekking tot blootstelling aan DME in omsloten situaties. En in deze situaties worden de grootste blootstellingsrisico's voor werknemers verwacht. Dat is ook logisch als het een omsloten situatie is. De NLA is in 2021 een onderzoek gestart op Schiphol in verband met de uitstoot van dieselmotorenemissie, DME, en vliegtuiguitstoot. Dat loopt, dus daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Wel nog een keer, het is en het blijft verantwoordelijkheid van werkgevers om aan de wet te voldoen en om te zorgen voor die gezonde en veilige werkplek. En dan vroeg mevrouw Katman ook naar de stand van zaken, naar het onderzoek naar het cabinepersoneel bij Schiphol. Dat onderzoek loopt ook nog. Er zijn 2 meldingen geweest. Volgens mij heb je het net verteld. Er zijn 2 meldingen geweest over DME en vliegtuiguitstoot. Dat onderzoek loopt nog. En overigens, dat is ook wel natuurlijk zo, de arbeidsinspectie rapporteert vervolgens over de algemene resultaten in haar jaarverslag of in aparte programmarapportages. En wij kunnen niet in detail treden, uiteraard, over het toezicht bij individuele werkgevers, maar wel in algemene zin. En dat heb ik u net verteld. Mevrouw Katman. Ja, voorzitter, ik heb daar nog wel een vraag over. Want terecht geeft de minister aan
van werkgevers zijn zelf verantwoordelijk. Ik heb ook aangegeven, nou, die verantwoordelijkheid pakken ze niet, dus ze overtreden de Arbo-wet. De PvdA wil gewoon niet dat mensen ziek kunnen worden op de werkvloer. Maar het wordt al helemaal stuitend als het gaat om bedrijven waar overheidsinmenging is. En daar had ik ook een vraag over gesteld. Het gaat, via die steunpakketten, via aandelen, zijn we gewoon, hebben we een vinger in de pap. En dat maakt het wel even heel erg anders. En dat maakt dat, dat ik hoop dat dit kabinet een extra verantwoordelijkheid voelt om daar waar je met zekerheid kan zeggen dat die Arbo-wet overtreden wordt en waar je als overheid een vinger in de pap hebt en dus ook een grotere verantwoordelijkheid om mensen te beschermen, is de vraag om via die weg van dat aandeelhouderschap, wat is de minister bereid om daar een extra stap nog in te kunnen zetten? Ja, ik had uw vraag over opgeschreven bij de bagagemedewerkers en de arbeidsomstandigheden daar. Maar u trekt hem nu breder ook naar de uitstoot gevaarlijke stoffen. Ik denk dat het belangrijk is. Eén, het is natuurlijk de minister van Financiën die de aandeelhouder is. Maar als we het hebben over arbeidsomstandigheden, dat ik samen met mijn collega van INW dat gesprek aanga met Schiphol en KLM. Omdat hij de sector verantwoordelijk is. En misschien wil Financiën daar ook bij aansluiten, dat zullen we zien. Maar ik begrijp wat u zegt. En ik denk ook dat het belangrijk is dat juist bedrijven die iconen zijn van Nederland, net zoals de overheid, een voorbeeldrol te vervullen hebben. En in alle bedrijven kunnen dingen misgaan. Dat is nou eenmaal zo. Dat gebeurt hier ook, dat gebeurt overal. Maar het gaat natuurlijk om hoe je reageert op het moment dat er een misstand is. En dat gesprek moeten wij dan aangaan. Dan gaan we terug naar nu wel. Arbeidsuitbuiting en... Mevrouw Katman, voordat we het volgende blokje beginnen. Ik zou nog wel aan de minister willen vragen. Ik ben ongelooflijk blij dat dit gesprek gaat plaatsvinden. En heel blij met de beantwoording van de minister. Ik zou nog wel willen vragen op welke manier de Kamer geïnformeerd wordt over dat gesprek. Of we daar bijvoorbeeld een brief over kunnen krijgen. De minister. Dat moet ik ook even met mijn collega overleggen. Omdat het op het moment dat het over een individuele werkgever gaat, individuele situatie, dan kunnen we er natuurlijk niet al te veel in details over treden. Dus we moeten even kijken. Ik begrijp dat u zegt van hoe hoor ik daar dan vervolgens over, hoe we daar u dan vervolgens over informeren. Maar dat u erover hoort wel. Maar ja, ook daar spelen natuurlijk gewoon individuele werksituaties. Daar moeten we voorzichtig mee zijn wat we daar in brieven over schrijven. Maar het gesprek gaat plaatsvinden en wij zorgen dat u daarover terug hoort. Ja. Dan arbeidsmigranten en arbeidsuitbuiting. En vooral hoe wij, als ik het even wat erboven ga hangen, dan is even over arbeidsuitbuiting, komen daar ook over arbeidsmigratie, is de vraag eigenlijk hoe kunnen wij daarop handhaven? Hoe kunnen wij zorgen dat die situatie beter wordt? Welke instrumenten heeft de arbeidsinspectie? Welke instrumenten hebben wij als overheid? Arbeidsuitbuiting, dat weten we ook, is een vorm van mensenhandel en een ernstig misdrijf waarbij de persoonlijke integriteit van mensen natuurlijk heftig geschonden wordt. Het beleid dat we hebben richt zich op het voorkomen van misstanden op de werkvloer, het vervolgen en berechten van malafide werkgevers en het ondersteunen van slachtoffers. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de aanpak van mensenhandel zoals arbeidsuitbuiting te verstevigen. En met de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer in de hand gaan we de slachtoffers van zowel arbeidsuitbuiting als ernstige benadeling beter beschermen. Wat een stapje terug is van uitbuiting. Een eerste stap daarin is het aanbieden van tijdelijke noodopvang voor ernstig benadeelden, wat sinds april 2022 mogelijk is. Even mijn appreciatie daarvan. Dat wij in Nederland een noodopvang moeten instellen voor mensen die ernstig benadeeld zijn als arbeidsmigrant, vind ik vreselijk. We moeten het nog steeds doen. We hebben dit voor 2 jaar gaan we dit doen. Maar dat nodig is, ja, dat is onuitsprekelijk eigenlijk. Dat betekent dus dat er heel wat aan de hand is en dat we daar wat aan moeten doen. Maar goed, we hebben dus nu die noodopvang sinds april van dit jaar. Daarnaast, om daders beter aan te pakken, gaan we het wetsartikel over arbeidsuitbuiting in het wetboek van strafrecht, en dat is artikel 273f, gaan we herzien. Zodat de strafrechtelijke keten beter de problematiek aan kan pakken. En daarnaast wordt in opvolging van de motie Matoeg-Simons
onderzocht of een bestuursrechtelijke stillegging kan worden opgelegd in geval van ernstige benadeling. En dan komen er een aantal specifieke vragen. Maar de inzet is dus een meer aanwezige overheid en de inzet is ook echt om hier iets aan te doen. We hebben het over één van de zes arbeidsmigranten die op een of andere manier problemen ondervindt met huisvesting, met arbeidsomstandigheden. Dat zijn 150.000 mensen. Dat is een grote stad in Nederland. Nou, dat is echt veel te veel. Nou, dan vraagt onder andere mevrouw Pot, hebben we dan de middelen wel beschikbaar voor een goede aanpak? Wij pakken die misdaad natuurlijk aan door de aanbevelingen van het aanjaagteam Roemer. Tientallen, ik geloof 60 aanbevelingen die we allemaal aan het aflopen zijn. En waar we dus, zoals met deze, elke maand weer iets anders te melden hebben, gelukkig maar. Daarvoor hebben we 60 miljoen per jaar uitgetrokken, mijn voorganger al. Volgende week spreken we natuurlijk meer nog over arbeidsmigratie. En een belangrijk deel van die 60 miljoen gaat naar de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat gaat uit mijn hoofd om 90 inspecteurs meer. FTE's, ja. Om te zorgen dat je ook inderdaad kunt handhaven wat je wilt. Ik was vanochtend op het congres 2 jaar na Roemer. En daar heb ik ook gezegd, we hebben een heleboel handvaten. Ik heb er net een paar genoemd die we gaan verbeteren. We hebben een aantal dingen ingezet, daar komen we zo ook op. Maar uiteindelijk kun je dit alleen veranderen als je de mentaliteit verandert. Als je de cultuur verandert. En dat is voor mij de mentaliteit waar een mens is. En niet een grondstof van arbeid. En ik denk dat we die mentaliteit moeten veranderen. Want arbeidsmigranten zijn geen tweederangs burgers. En dat was natuurlijk wel de titel van het rapport van Roemer. En dat maakt het ook zo erg. Als je de verhalen hoort van hoe mensen behandeld worden. Of dat nou in de huisvesting is of op het werk. Zo zouden u en ik niet behandeld willen worden. En die omslag moeten we maken. Dat we arbeidsmigranten gewoon zien als mensen zoals u en ik, die recht hebben op fatsoenlijk werk en recht hebben op fatsoenlijke huisvesting. Op dit punt een interruptie van de heer De Jong. Ja, voorzitter, nogmaals, als de uitbuiting plaatsvindt en dat gebeurt, dan moet dat keihard worden aangepakt. Die bedrijven moeten gelijk worden stilgelegd, er moet onderzoek worden gedaan. Werkgevers moeten weten dat het niet kan. Ik lees in het verslag dat er zelfs knokploegen worden ingezet onder arbeidsmigranten. Om te kijken of ze zich wel aan de regels houden, bijvoorbeeld bij de huisvesting. Als ze wat vaten op de hebben laten liggen ergens, komt er knokploeg langs. Die slaat die mensen in elkaar, omdat ze zich niet aan de huisregels houden. Nou, dat soort malafide zaken, die moeten keihard de kop worden ingedrukt. Daar kan geen misverstand over bestaan. Maar het jaarverslag van de arbeidsinspectie zegt ook het volgende. Namelijk, handhaving op arbeidsuitbuiting is dweilen met de kraan open. We moeten iets doen aan de toestroom van arbeidsmigranten. En net heeft de minister een heel lijstje aangegeven van wat ze allemaal wil gaan doen om uitbuiting tegen te gaan. Maar dit deel miste ik in het lijstje. Is de minister bereid om te luisteren naar de arbeidsinspectie en het signaal dat dweilen met de kraan open niet effectief is en dat er dus iets moet worden gedaan aan de toestroom van arbeidsmigranten? De minister. Ja, voorzitter, dan springen we al gelijk naar de relatie met arbeidsmigratie. Ik wilde eerst nog even het blokje afmaken van welke instrumenten ik allemaal heb. En dan de relatie met arbeidsmigratie doen. Want u hebt die vraag inderdaad een aantal keer zojuist gesteld. Wat wij in handen hebben, dus een groter budget voor de NLA. Kijken of we bestuursrechtelijke stillegging kunnen doen. Aanpassing van het wetboek van strafrecht. Daarnaast zijn we in het kader van Roemer bezig met het voorbereiden van de certificering van uitzendbureaus. Dat is natuurlijk een heel wetstraject wat tijd kost. Maar waar we voor willen zorgen dat er een private certificering komt met een publieke handhaving. Dat was een van de aanbevelingen van Roemer. Een andere aanbeveling van Roemer is inderdaad in het basisregister van de gemeente zorgen dat je weet waar die mensen zijn en wie het zijn. Daar is dan een pilot gedaan met contactgegevens. Dat is goed verlopen, waardoor er 150.000 arbeidsmigranten nieuwsbrieven hebben kunnen krijgen, onder andere, en informatie over coronavaccinaties, noem maar op. Daar willen we nu adresgegevens aan toevoegen. Dat gaat deze zomer van start, meen ik. En dan hebben we dus ook zicht op waar die mensen zijn. En dan kunnen de gemeentes ook makkelijker handhaven waar dat nodig is, maar in ieder geval inspecties uitvoeren. Dus dat is eigenlijk de instrumenten die we in handen hebben.
Dan komt u denk ik zo op de beantwoording van... Ja, ik kom zo op de arbeidsmigratie, maar ik wil even als ik de instrumenten afmaken. Even feitelijk woonadres, ja. Volgens mij hebben we de... Ik kom zo bij arbeidsmigratie. Kunnen we even de instrumenten afmaken? Nou, ik ben niet. Ik stel een vraag over arbeidsuitbuiting, toch? En daar geeft deze minister nu toch juist antwoord op? De minister heeft aangegeven dat er een aantal instrumenten zijn. Precies. En u geeft ook aan, een van de onderdelen zou kunnen zijn het beperken van arbeidsmigranten. Ja, en de dat is de oproep van de arbeidsinspectie. En de minister geeft aan, ik ga daar zo op reageren. Dus ik zou even de minister de gelegenheid willen geven om haar verhaal daarop af te maken. En dan op arbeidsmigranten. En dan krijgt u een reactie op uw betoog en uw vraag ook van zojuist. Mevrouw Pot, op dit punt... Ja, want fijn dat er een hele serie instrumenten natuurlijk beschikbaar komt. Ik was even benieuwd, specifiek over die aanpassing aan het wetboek van strafrecht. De minister verwijst daar naar een heel specifiek artikel. Daar zit ik nog niet helemaal in. Ja. Maar zoals ik het heb begrepen, is het van belang dat we zowel gaan kijken naar de arbeidsuitbuiting als de ernstige benadeling. En dat in beide gevallen er aanpassingen in het wetboek van strafrecht. Ik zie de minister knikken, dus dat is volgens mij goed nieuws. En ik hoor graag van haar, welke termijn kijken we nou naar? Want volgens mij hebben we allemaal het gevoel dat hier best wel wat urgentie achter zit. Dus ik hoor heel graag op welke termijn we dit kunnen verwachten. De minister. Ja, voorzitter. Het gaat zowel om ernstige benadeling als uitbuiting. En deze zomer zit er een brief in de pijplijn om u te informeren hoe we dat precies willen aanpakken. En daar komen dan natuurlijk ook de termijnen bij. Maar het is eerst even uitzoeken hoe we dat vorm kunnen geven. Dan vroeg onder andere de heer De Jong naar de relatie tussen arbeidsmigratie en arbeidsomstandigheden. Ik denk dat we even goed onderscheid moeten maken, want ik wil ons hebben tussen arbeidsmigratie van binnen en van buiten de EU. Binnen de EU is er vrijheid van verkeer van personen. En dat betekent dat een Belg, een Fransman, een Pool hier gewoon mag werken. Ik heb zelf ook een paar jaar in Frankrijk gewerkt. En dat is onderdeel van onze Europese Unie die we zijn. Dat wij hier veel arbeidsmigranten van binnen de EU hebben, laat onverlet dat we iets aan die arbeidsomstandigheden moeten doen. Dat moet dus, en dat zijn we bezig, door die certificering, door die registratie, door andere instrumenten in het wetboek van strafrecht. Maar wij kunnen het vrij verkeer van personen binnen de EU, en dat wil ik ook niet, kunnen wij niet stoppen. Daar zullen we het ongetwijfeld volgende week ook verder over hebben. Immigratie van buiten de EU is een hele andere discussie. Daar heeft de Europese Commissie eervorige week, eigenlijk een persbericht over uitgedaan. En daar komt nog een reactie van het kabinet op. En dat heb ik u gisteren geloof ik al verteld in de vorm van een BNC-fiche. Daar zal ongetwijfeld een hele discussie ook ontstaan. Want daar is natuurlijk een balans tussen... Van de ene kant hebben wij meer dan 1 miljoen mensen die hier aan de kant zitten. We hebben nog heel veel mensen die meer uren kunnen werken. We hebben best grote uitdagingen op het gebied van huisvesting, zorg en arbeidsomstandigheden. En van de andere kant zullen er ook een hoop mensen zijn die zeggen... ik zie het ook als sluitstuk juist voor die sectoren waar ik bepaalde vaardigheden mis. Dat debat moeten we nog gaan voeren. Daar komt ook een kabinetsstandpunt op. Maar terug naar de arbeidsomstandigheden. Wat we verder ook vinden van het vrij verkeer van werknemers in de EU... en ik heb mijn standpunt daar zojuist over gegeven... die arbeidsomstandigheden die moeten aangepakt worden. De heer De Jong. Ja, kijk, hier was ik al bang voor. Er komt er een verhaal over. Ik reageerde net. Voor mij is arbeidsmigratie bestaat uit 2 delen. Waarom ik er een probleem mee heb op dit moment. 1 is inderdaad als het gaat om het welzijn van die mensen zelf. Uitbuiting, daar stelde ik zojuist een vraag over. En 2, het tweede deel ervan is... we hebben genoeg zelfmensen hier in dit land al die aan de slag zouden kunnen. Dat zijn 2 aparte discussies rondom arbeidsmigratie. We kunnen het bij elkaar stoppen. Dan komt ook bij de conclusie tewerkstellingsvergunningen. Stoppen met die toestroom van arbeidsmigratie. Maar we hadden het net over uitbuiting. En de arbeidsinspectie, dus dat is een blokje hiervoor... de arbeidsinspectie die geeft aan... het is dweilen met de kraan open. En wat zegt de minister? We hebben vrijheid van verkeer. Ja, maar als vrijheid van verkeer vrijheid van uitbuiting wordt... dan gaat er iets mis. En dat is nu gaande. En wat ik niet begrijp, is dat deze minister niet gewoon zegt...
We hebben regels en zaken afgesproken binnen de Europese Unie. En ik ga mijn best doen om binnen Europees verband, bijvoorbeeld, eens een keer ervoor gaan zorgen dat we bilateraal met landen afspraken maken over het verkeer. En dat ik dus bilateraal werkzaamheidsvergunningen ga invoeren. Waarom zou dat niet kunnen? Tot voor kort hadden we dat soort systemen ook gewoon. Toen hoorde die er helemaal niemand over dat het een probleem was. Maar het lijkt erop dat er ook een vorm van onwil is. Dat die vrijheid van verkeer zo heilig wordt verklaard, dat zaken als uitbuiting, dat dus gewoon, dat eigenlijk die vrijheid van verkeer belangrijk wordt geacht dan het aanpakken van uitbuiting. En dat is iets waar ik de minister wel op aanspreek. Als vrijheid van verkeer vrijheid van uitbuiting wordt, wat nu het geval is, en we blijven zeggen die vrijheid van verkeer is daarmee belangrijker, dan gaat het niet om het welzijn van de mensen, maar om het Europese principe. En mijn vraag is, waarom zegt deze minister niet, ik ga bilateraal met landen regelen dat we toch ervoor kunnen zorgen dat die toestroom wordt gestopt, om daarmee ook tegemoet te komen aan de wens van de arbeidsinspectie zelf, die uitbuiting moet aanpakken. Het woord is aan de minister. Voorzitter, concurrentie op arbeidsomstandigheden, en dat heb ik eerder deze week ook aangegeven, dat vind ik vreselijk. Dat moet niet kunnen, dat moeten we niet moeten willen in Nederland. En dat is wel wat er gedeeltelijk aan de hand is in deze situaties. Moet je daarmee het vrij verkeer van personen binnen de EU stopzetten? Nee. Moet je zorgen dat je die arbeidsomstandigheden en die malafide uitzenders met name harder aanpakt? Ja. En dat is waarom we ook bezig zijn met die certificering. En dat is ook waarom ik vanochtend op dat congres die oproep heb gedaan. Dit zijn mensen, dit zijn geen grondstoffen. Dat is waarom we 90 mensen meer bij de NLA aan het werk gaan zetten, om die arbeidsinspecties veel scherper, veel duidelijker te doen. Dus als u zegt dat het een met het ander verbonden is, gedeeltelijk is dat natuurlijk zo, maar dat betekent niet dat je de knip moet maken om het probleem op te lossen. Het probleem los je op door veel strenger te zijn bij die uitzendbureaus. Het probleem los je op door beter te inspecteren en vooral door een verandering van mindset en door in de gaten te houden waar dan al die verschillende mensen zijn. Bijvoorbeeld ook door een knip te maken tussen arbeidscontract en huurcontract. En nu is dat vaak nog in één hand het arbeidscontract en het huurcontract. Collega De Jonge komt met zijn verantwoord wonen, wordt ook weer brief naar de Kamer, waarin staat dat niet meer in één hand mag, waar ook in zal staan dat een huurcontract, dat je dat altijd op papier moet krijgen. Dat gebeurt nog heel vaak, alleen maar mondeling. Dus zo zijn er allerlei, wel 60 acties die we aan het nemen zijn om die arbeidsomstandigheden te verbeteren. Gaat het mij snel genoeg? Nee. Zijn we er hard mee bezig? Ja. Is dat een reden om het vrij verkeer te stoppen? Nee. Moet je er bovenop zitten en bovenop blijven zitten? Moet je de arbeidsinspectiecapaciteit uitbreiden? Ja. De heer De Jong, tot slot op dit punt. Nou, voorzitter, kijk, waar het mij om gaat is, de arbeidsinspectie zelf wordt door de politiek, krijgt de opdracht van de politiek om te handhaven op uitbuiting. De arbeidsinspectie zelf zegt, we trekken het niet meer. Het is dweilen met de kraan open. We hebben het in andere dossiers gezien. Als het om de Belastingdienst gaat, als het gaat om het UWV, noem maar op. Wij geven ze opdrachten om vervolgens te zeggen, we gaan niet aan jullie wensen om aan die opdrachten te kunnen voldoen, volledig voldoen. Waarom niet? De arbeidsinspectie zelf zegt, we trekken het niet meer. En een van de oplossingen daarvoor is de toestroom stoppen, een halt toe te roepen. En ik zie geen begin van een incentive bij de minister om die tewerkstellingsvergunningen bilateraal. Het heeft helemaal niets te maken met vrij verkeer van mensen en goederen. Op het moment dat je bilateraal een afspraak maakt met een land, dit gaat niet meer op die manier, laten we er meer controle over hebben, meer grip over hebben, dan wordt er gelijk dat grote verhaal van vrij verkeer wordt naar voren gebracht, in plaats van dat het gaat over het welzijn van mensen. En ik snap dat niet. Kunt u nou echt geen partners vinden binnen Europa waarmee u dat kan regelen? Dat geloof ik gewoon niet. Dit is iets wat door heel Europa speelt. En als het menens is dat het om het welzijn van mensen gaat, dan gaat u hier actie op ondernemen. Want de arbeidsinspectie vraagt erom. En dan heb ik het nog niet eens. En dan gaan we het volgende week over hebben, voorzitter. Volgende week gaan we het over het principe van arbeidsobligatie hebben. Ik zie niet in waarom we dat nu zouden moeten hebben met al die mensen die nu in Nederland al zijn aan de slag kunnen gaan. Maar dit gaat over uitbuiting en u pakt niet door. En ik begrijp dat niet. Waarom doet u dat niet? En als u dat niet doet, dan moet ik niet anders dan concluderen dat u de arbeidsinspectie in de steek laat. Er is geen extra geld, ze krijgen geen extra capaciteit. En aan het einde van de rit wordt de uitbuiting gewoon gefaciliteerd als we hier niets aan doen. Dus kom op.
De vraag gericht op de tewerkstellingsvergunningen en de bilaterale afspraken. De minister, tot slot op dit punt. Ja, voorzitter. Ik ben het niet met de heer De Jong eens. Wij zijn wel degelijk heel erg hard bezig om dit aan te pakken. Ik zei net ook al, het gaat me niet snel genoeg. Maar er komen 90 mensen bij de NLA. Ik heb nu een paar keer gezegd. Dus ja, er komen mensen bij. Er komt 60 miljoen bij om Roemer aan te pakken. Dat zijn allemaal zaken die we aanpakken. Certificering van uitzendbureaus. Ja, de heer Roemer. Het is een... Echt een situatie die we niet moeten willen in Nederland, die we niet moeten dulden. En daar zijn we hard mee bezig. De heer Van Kent. Ja, voorzitter. Hier zal inderdaad volgende week ook nog lang over doorgesproken worden wat de SP betreft. Ik zou een andere vraag aan de minister willen stellen. We hebben hier een hoorzitting gehad met een aantal directeuren van uitzendbureaus. Die allemaal aangaven, wij onderschrijven het rapport en de aanbevelingen van de commissie Roemer. Vervolgens, als je kijkt wat er in de praktijk bij deze uitzendbureaus gebeurt, en ik ben dat gaan bekijken, in de praktijk zie je dat daar niet in lijn met de aanbevelingen van de commissie Roemer wordt gehandeld. Namelijk arbeidscontract, huurcontract in één hand. Namelijk niet een eigen slaapkamer, meerdere personen op een kamer, zelfs op kamers zoals een boskoop bij Otto, zonder ramen, zonder daglicht. De vraag die ik voor de minister heb, is een vraag wat haar oordeel daarover is. Dat er gezegd wordt, wij onderschrijven het rapport, maar in de praktijk wordt er niet in lijn met het rapport gehandeld. Terwijl je hoeft niet te wachten totdat er een wet is. Je kan ook al zelf besluiten van, ik vind dat je menswaardig met mensen om moet gaan. Dus ik pas mijn huisvesting aan. En is de minister bereid om die directeuren van die uitzendbureaus en huisvestingslocaties op te roepen om zich te gedragen. Niet te wachten op wetten, maar nu al bijvoorbeeld een einde te maken aan de situatie van kamers zonder ramen en het in één hand hebben van arbeidscontract en huurcontract. De minister. Ja, voorzitter, die oproep heb ik inderdaad vanochtend gedaan. En ik heb hem geformuleerd zoals ik hem net hier ook formuleerde. Dit zijn mensen zoals u en ik. En wij kunnen wachten op allerlei wetten. Wij kunnen wachten op certificering, want dat... Het gaat echt nog wel even duren voordat dat helemaal rond is. Maar totdat die certificering er is en totdat al die wetten er zijn, verwacht ik van u dat u zich netjes gedraagt. Het moeilijke is alleen, de zaal die ik daar toesprak en die ik via u ook hier aan het land toespreek, dat zijn waarschijnlijk de goedwillende uitzendbureaus en de goedwillende werkgevers of inleners. Het gaat om die malafide bureaus die helemaal niet in zo'n zaal komen te zitten en die u misschien ook helemaal niet spreekt. En daar willen we die certificering voor hebben. Maar ik ben het zeer met u eens dat die grote middengroep, dat we die moeten blijven aanspreken. En dat we moeten zorgen dat ze ook vooruit lopen op certificering en op huur en werkcontract in één hand. Het zijn maar twee voorbeelden, maar het zijn wel grote. Dat ze zich netter gaan gedragen. De grote uitzendbrancheorganisaties willen dit ook. Die zijn hiervoor. Die heb ik aan tafel gehad. Die willen dit ook. Het gaat natuurlijk om die spelers die geen lid zijn van een van die brancheorganisaties. Maar ik zeg het tegen de heer Van Kent. Ik denk dat het goed is, want vanochtend waren ook VNO en FNV op dat congres. Allebei ook met ferme uitspraken, ook van VNO. Die zei van, wij staan ervoor, u kunt op ons rekenen. Ik denk dat ik mede naar aanleiding van het gesprek nu met u, met FNV en VNO weer opnieuw in gesprek ga, of het gesprek verder ga voeren, maar iets intensiever. Hoe gaan wij zorgen dat we dat traject van die certificering wat versnellen, maar ook zorgen dat we vooruitlopend op die certificering die er komt al een soort morele normstelling hebben? De heer Van Kent. Ja, voorzitter, het probleem is dat deze mensen niet te vertrouwen zijn. Het probleem is dat we hier een hoorzitting hadden met directeuren van uitzendbureaus die zeiden, bij ons is het allemaal netjes. Van grote uitzendbureaus. Bij ons is het allemaal netjes. Dat ik de vraag heb gesteld, mag ik dan bij een van uw locaties gaan kijken? Dat mocht. Ik ben gaan kijken en wat ik daar aantrof was verschrikkelijk. Was mensen met z'n tweeën op een slaapkamer zonder ramen. Was een opslagruimte waar schuttingen waren geplaatst, waar mensen tussen schuttingen woonden. En dat is een van de grote uitzendbureaus waar u ook mee spreekt. Dat is een van de grote uitzendbureaus die wel in die zalen zitten, die wel op tv
verschijnt. Er wordt een façade opgehouden, terwijl in werkelijkheid er de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En de vraag die ik de minister wil stellen is om te vertrouwen dat als mensen zeggen dat ze het goed hebben georganiseerd, dat het dan ook zo is. Maar ook daar inspectie op af te sturen. En ook ervoor te zorgen dat als u het gesprek aangaat met dit soort partijen, dat u ook van ze eist dat ze die situatie oplossen en dat ze anders voor u geen gesprekspartner meer zijn. Het woord is aan de minister. Ik wil wel opmerken, we hebben nog een blok of zes, denk ik, ongeveer te gaan. En nog een half uur op de klok. En daar wilden we ook nog graag een tweede termijn in. Dus ik zou graag de minister willen vragen of ze wat beknopter antwoord kan geven op de vragen. En de Kamer vraagt hem ook de interrupties echt kort en bondig te formuleren. Ja, voorzitter. Ik zal proberen het beknopter te houden. Maar het gaat ons allemaal zo aan het hart dat dat moeilijk is. Ik hoor heel goed wat de heer Van Kent zegt. Ik zal hem hierna vragen om welke uitzenders het gaat die hij heeft gezien. Dan behandelen we dat gewoon als een signaal. Ik ben even aan het denken hoe ik ga zorgen dat het vertrouwen in de uitzendsector en dat de uitzendsector, die inderdaad bij u en bij mij aan tafel zitten, doen wat ze zeggen, zeggen wat ze doen, dat dat klopt, hoe ik daar meer vorm aan ga geven. We beginnen even, wat u nu zojuist hebt gezegd, ga ik gewoon als een signaal behandelen. Dat betekent dat het bij de NLA terechtkomt. Dat is één. Twee, in mijn vervolggesprekken met de brancheorganisatie ga ik dit signaal ook gewoon opnemen. Want ik zit met de brancheorganisatie aan tafel. Ik zit natuurlijk niet met de individuele uitzenders aan tafel. En drie, ik denk dat we het lopende proces van hoe een certificaat eruit moet zien, hoe certificering eruit moet zien, deze signalen ook weer sterker mee moeten nemen, dat er vooruitlopend daarop echt anders gehandeld moet worden. Ja, wij kijken elkaar nu even aan, hoe gaan we dit aanpakken? Maar het is niet, dit gesprek is hiermee niet afgelopen, meneer Van Kent, want u hebt gewoon gelijk. En ik worstel er even mee, wat ik vandaag vanmiddag als mijn rol zie, bovenop wat ik al aan het doen ben, en terwijl ik tegelijkertijd het gevoel heb, het is niet voldoende. Dat deel ik met u. Dus ik ga hier gewoon mee verder. Wij blijven hierover in gesprek. En we hebben nog even in ieder geval contact over uw signalen. De heer Van Kent tot slot. Ja. Kort. Ja, ik ga graag ook na deze vergadering dat gesprek aan. We hebben daar overigens schriftelijke vragen over gesteld die op een hele bizarre manier zijn beantwoord. Daar werd gezegd dat wat ik daar gezien heb niet klopt, want dat zei de ambtenaar van de gemeente. Dus er is verder niemand daar gaan kijken. Maar goed, dat gesprek ga ik graag met u aan. Mag ik de vraag zo stellen? Op het moment dat blijkt dat grote partijen niet in lijn met of in de geest van de aanbevelingen van de commissie Roemer handelen, dat u dat van die grote partijen waar u mee in gesprek bent, van de brancheorganisatie, dat u van die brancheorganisatie mag vragen dat hun aangesloten leden in lijn en in de geest van het rapport Roemer handelen en dat ze anders voor u niet langer een gesprekspartner zijn. Want dat is wat mij steekt en opvalt, is dat er verhalen worden verteld door nette heren in pak, terwijl er in werkelijkheid een paar stappen verder de meest verschrikkelijke uitbuitingssituaties bestaan. De minister. Ja. Lijkt me een helder antwoord. Vervolgen we de volgende blokjes. We hebben nu het blokje seksuele intimidatie. Een aantal daarvan vroegen daarnaar. Wij komen voor de zomer, en dat zijn mijn collega Dijkgraaf en ik, met een brief aan uw Kamer, waarin wij de contouren van het Nationaal Actieplan zullen schetsen en hoe we dat verder vorm willen gaan geven. Het proces om te komen tot dat actieplan zelf. Maar ook hoe wij de rol van de overheid zien en hoe we hiermee verder willen gaan. En dan heb ik van een aantal van u een aantal opmerkingen net gehoord van, staan er nou genoeg handvaten in die regelgeving? Hoe ga je om met alle onderdelen van het ILO-verdrag? Dat gaan we daar dan allemaal in meenemen. Ik denk wel dat dit één is waar het voorbeeld van dat je als overheid meer normerend en meer aanwezig wilt zijn, heel duidelijk is. En ik zeg dan ook even, toevallig heb ik deze week Mariette Hamer ook gesproken, dat alleen al het aanstellen van haar als regeringscommissaris en erover hebben, heeft tot een tsunami van berichten aan haar geleid.
En ook bij ons op het ministerie trouwens, en hetzelfde bij OCW. Dus het betekent dat het iets is wat enorm leeft. En ik denk ook dat iedereen die hier of mee te maken heeft gehad of dat heeft gezien bij andere mensen, echt het gevoel heeft van it's about time. Het is echt tijd dat we hier anders over gaan praten, anders over gaan denken, anders om mee gaan. Je ziet ook dat de normen, de cultuur aan het veranderen is en gelukkig maar. Dat betekent ook dat mensen zoekende zijn naar wat die nieuwe normen dan zijn. Dus ook daar moeten we een rol met elkaar in spelen. Want er bestaat nu gewoon onzekerheid bij werkgevers, bij individuele mensen, van wat mag er dan wel, wat mag er dan niet. Het derde is, je moet ook heel erg duidelijk gaan maken, op het moment dat er een incident is, en die zijn er, hoe ga je daarmee om? Wat is hoor en wederhoor? Wat voor soort processen heb je? Maar voordat je daar bent, wat is gewoon het gesprek op de werkvloer of aan de keukentafel? Wat kan er wel, wat kan er niet? Dus die brief die er komt, wordt ook echt een brief met onze visie. En een actieplan waar we al die verschillende acties in zullen uitwerken. En ik denk wel dat het, voor mij is deze ook wel echt eentje van, ik zeg van, als Nederlandse maatschappij, nou ik zei het net, it's about time dat we hier wat aan gaan doen. Dat we dit hoog op de agenda houden en dat we ermee bezig blijven. En het is nog lang niet over. Het zal ook zo zijn, als je het hebt over normen, dat de normen hier eerst wat strenger worden voordat ze weer ergens in het midden uitkomen. Dat heeft er ook mee te maken dat deze aanstelling van de regeringscommissaris, deze discussie, heel veel losmaken bij mensen. En dan krijg je altijd eerst weer meer dingen die naar boven komen, voordat je uiteindelijk weer in wat rustiger vaarwater komt. En daar zullen ook allerlei dingen aan de orde komen, als zo, wat kun je van omstanders verwachten? He, op het moment dat er grappen worden gemaakt aan een tafel, of dat nou een tv-show is of thuis, wordt er dan meegelachen of niet? Wat kun je als collega's doen? Wat voor soort beleid en processen kun je verwachten van een werkgever of een organisatie, een NGO, sportorganisatie? En wat voor soort normen willen wij met elkaar delen in Nederland? Dus dat wordt een behoorlijk beleidsrijke brief, maar ook wel heel erg nodig. En dan zeg ik nog één ding, en dat zeg ik niet als verwijt, maar wel als observatie, omdat het de laatste maanden alsmaar aan de hand is. Er zijn maar weinig mannen die zich erover uitspreken. En dat is vandaag ook weer aan de hand. En ik zeg het nogmaals, ik zeg het niet als verwijt. Dat is vandaag ook weer aan de hand. Dat slaat in. Voorzitter, nee, maar ik wil het even. Nee, dit kan echt niet. Voorzitter, even een punt. Dit kan natuurlijk niet. Dat merk ik vandaag ook weer. Ik heb vandaag een inbreng geleverd. Nu zegt de minister omdat ik me niet, omdat mannen zich niet uitspreken over dit soort walgelijke zaken, dat dan opvalt. Dat kunt u niet doen. U kunt niet zo generaliserend hierop reageren. Ik ben een man, ik zit in deze commissie. En ik vind het walgelijk als vrouwen op welke manier dan ook worden lastiggevallen. En dan kunt u niet nu, omdat wij bijvoorbeeld een inbreng hebben op arbeidsmigratie, op heel veel allerlei zaken die te maken hebben met werk, dan zeggen, het valt me op dat vandaag ook mannen zich weer niet uitspreken. Dat is een uitspraak waarvan ik ook vind dat u zich die moet terugnemen. Want dat helpt de discussie ook helemaal niet. En ik voel me inderdaad aangesproken. Het kan niet, het vervuilt de discussie. En ik wil ook echt niet meer hebben dat hier gebeurt. Het krijg punt, maar nou zeg. Er is een observatiegedeelte, heeft een punt gemaakt. Het woord is aan de minister. En voorzitter, het is een observatie van de laatste maanden, dat zei ik ook. Niet alleen in dit gebouw, maar ook op de televisie en waar dan ook. En het is een. Ik ben heel blij over dat u zich net uitsprak. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat ook mannen zich juist uitspreken. En daarom ben ik blij dat u zich juist hebt uitgesproken. Met alle respect, dit kan dus niet. Dit is echt onacceptabel voor mij. We hebben hier een debat over arbeidsomstandigheden. De minister heeft vrijheid om over alle onderwerpen naar voren te brengen dan ook. Als ik hier onderwerpen naar voren heb gebracht die ik op dit moment belangrijk vind, dan betekent dat dus niet dat ik me niet zou uitspreken over heel veel andere zaken die ook spelen. Zoals bijvoorbeeld de wantoestanden die u naar voren brengt. En nu lijkt het net alsof ik me heb uitgesproken omdat de minister dat. Hoe haalt u het in uw hoofd om op deze manier dat soort discussies te kunnen voeren? Ik vind het onacceptabel. Ik ben een man en ik vind het ongelooflijk dat u hier de positie in durft te nemen dat u kunt generaliseren van mannen spreken zich te weinig over uit. Het slaat helemaal nergens op. Het is wel verstandig om te doen en het past u ook niet als minister. Uw punt is duidelijk. Het is, ik denk dat het goed is om hier te constateren dat als er dingen niet gezegd zijn, dat het niet betekent dat het niet ook u aan het hart gaat. En dan daarom is het. Het kan gewoon.
Daarom is het ook goed om dat te constateren dat dat niet het geval is. We hebben heel veel onderwerpen hier te bespreken. Ik denk dat we het moeten laten bij de oproep. Het zou goed zijn dat iedereen zich uitspreekt over deze toestanden. En dat gaat niet, het is geen oordeel, denk ik, over de inbreng van Kamerleden. Het woord is aan de minister. Ja. Nee, voorzitter, ja, voorzitter, het is misschien geen goed oordeel. Als de minister dat ook uw woorden ook misschien even onderschrijft. Want ergens iets niets over zeggen betekent niet dat je iets niet aan het hart gaat. Ik bedoel, er zijn heel veel agendapunten die op deze agenda staan. En er zijn heel veel onderwerpen, bijvoorbeeld hybride werken of andere zaken, waar ik ook niks over heb gezegd vanwege de tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik die onderwerpen of die zaken niet belangrijk vind of dat die niet aan het hart gaan. Suggereren de minister wel, het hoort terug te nemen. Uw punt is gemaakt, de heer De Jong. Maar ze moeten het terugnemen. Het woord is, dan moet eerst de minister ook het woord krijgen om erop te kunnen reageren überhaupt. Het woord is aan de minister. Voorzitter, het was geen oordeel over individuele Kamerleden. Het is wel een observatie van de afgelopen maanden. En dat gaat niet over u zelf of u individueel. Dat dit debat gebaat zou zijn bij mannen die zich ook uitspraken. Ja. En dat zou echt voor dit debat, voor de vrouwen waar het hier over gaat, en sommige mannen ook, want het zijn niet alleen maar vrouwen, zou het heel prettig zijn als dat gebeurt. En nogmaals, het ging niet over uzelf individueel, maar het is wel wat er op dit moment in de maatschappij aan de hand is. Ik wil graag verder met de onderwerpen. Ik wil er als laatste iets over zeggen. U mag nog iets zeggen en dan gaan we verder met de blokjes over long-covid, et cetera. Het is een schande dat de minister suggereert en blijft suggereren dat zodra je hier je niet actief, omdat de agenda zo groot is, niet iets zegt over de wantoestanden die u de minister hier naar voren brengt, waar iedereen het hier over eens is, dat dat niet zou kunnen. Want de suggestie wekken alleen al is een stap te ver. En ik vind het echt heel erg slecht van de minister dat ze zelfs die suggestie dat ze die niet wil terugnemen. U raakt daarmee mij, omdat ik als man hier mijzelf aangevallen voel gewoon. Om het feit dat omdat ik het niet zou hebben besproken. En u zegt dat gaat niet individueel. U zegt vandaag heb ik ook weer gemerkt dat mannen zich er te weinig over uitspreken. Daarmee valt u mij gewoon aan. En ik vind dat u niet passen en u zou er iets mee moeten doen. En ik vind dat u het moet terugnemen. De suggestie moet terugnemen. En doet u dat niet, dan kan ik u in dit dossier ook helemaal niet serieus nemen. Echt niet. Want dit vervuilt de discussie. En dat zou u niet moeten willen. Neem het terug. Voorzitter, het was ook vanuit mij een hartekreet. Dit is een hele moeilijke discussie voor heel veel vrouwen in Nederland. En het zou echt heel prettig zijn als mannen zich ook uitspreken. Dat was mijn hartekreet. En dan heb ik geen kritiek op u individueel. Maar dat was een hartekreet naar Nederland toe, hoe u het ook verder wilt noemen. Dat deze discussie echt gebaat is bij een discussie die door heel Nederland gevoerd wordt. We vervolgen de beantwoording en de blokjes die er nog zijn. Ja, we gaan naar de flitsbezorgers. Even kijken. De heer Van Kent vroeg naar de flitsbezorgers. Ja, ook hier geldt natuurlijk dat bedrijven hun verantwoordelijkheid als werkgever dienen te nemen. Daar zijn we het denk ik allemaal over eens. Het verbod op flitsbezorging door kinderen, of laten we even zeggen door 16 minners. Er komt na de zomer een reactie. Van het kabinet op het uitgevoerde onderzoek dat nog loopt, dus naar modernisering van de regels voor kinderarbeid. Daarbij betrekken we de signalen van de arbeidsinspectie over jongeren en maaltijd- en flitsbezorging bij die reactie. Zodat we dat ook inderdaad daar kunnen aanscherpen. En u hebt, voorzitter, de heer Van Kent heeft ook vragen gesteld. En die worden uiteraard binnen de gestelde termijn beantwoord. Dat is volgens mij dan over 2 weken. En daar kunnen we dus ook verder op terug. Long COVID, denk ik. Ja, ik was nog even. Long COVID. Daar werden een aantal vragen gesteld over arbeidsgerelateerde zorg, long-covid, kwaliteitstafel.
Eerste vraag van mevrouw Matoeg. Met welk salaris gaat u aan de slag om het tekort aan bedrijfsartsen op te lossen? U krijgt na de zomer een antwoord op die arbeidsgerelateerde zorg, die uiteraard uitval voorkomt, duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking, minder instroming via en de ZW. De principiële keuzes die we moeten maken, die hebben natuurlijk ook financiële consequenties en die zijn niet zo klein. Dus dat kost even tijd. Het is ook een complex en langdurig maatschappelijk probleem. Maar wij kijken zorgvuldig naar het advies van de kwaliteitstafel en de door mijn voorganger geformuleerde varianten van tijdelijke en structurele oplossingen. En dan komen we dus na de zomer bij u terug. Dan hebben we even kijken. Mevrouw Pot, de heer De Jong, vroegen over langdurig long-covid. En het derde ziektejaar. Wat doen we daaraan? Eén, er is voor de zorgsector natuurlijk een regeling. Daar refereerde de heer De Jong ook aan. Om mensen met long-covid extra te ondersteunen. En vooral de werkgevers om mensen voor de zorg te behouden. Wat betreft andere sectoren is het even de vraag of die vergelijkbaar zijn met de zorgsector. In de zorg natuurlijk mensen direct voor zieke mensen moesten zorgen, is dat natuurlijk in andere sectoren anders. Voor die zorgwerkgevers, nou, dat is aangekondigd door mijn collega van langdurige zorg. Even in het algemeen, zoals je voor alle chronische aandoeningen allerlei regelingen in de sociale zekerheid hebt, zo heb je dat natuurlijk ook voor long-covid. Ons systeem werkt zo dat je niet op basis van welke ziekte je hebt een WIA-uitkering of de ziektewet-uitkering hebt, maar op basis van hoe ziek je bent of hoeveel je nog kan. Dus het werkt andersom. Een werkgever kan altijd zelf natuurlijk tot een derde ziektejaar besluiten. Wat we op dit moment zien is dat je natuurlijk ook vanuit de WIA kun je natuurlijk ook reïntegreren. Allereerst, voor mensen die natuurlijk long-covid hebben, is het een hele onzekere periode, omdat er nog zoveel onzekerheden zijn rond diagnose en behandeling. Er zijn werkgevers die vrijwillig die doorbetaling in dat derde ziektejaar op dit moment al doen. Sowieso zijn ze natuurlijk verplicht om 2 jaar door te betalen. Wij zullen niet een derde ziektejaar instellen, dat zou je dan voor alle ziektes moeten doen. Dus dat kan niet zomaar. Ook omdat we kijken naar wat de aandoeningen zijn, of wat de ziektebeelden zijn en niet wat gedefinieerde ziekte is. Mevrouw Katman, per interruptie. Voorzitter, was dit het blokje long-covid? En eigenlijk ook dus de concrete vragen die ik had gesteld? Dat lijkt mij wel. Ja. Er is een vraag blijven liggen? Ja, ik had expliciet namelijk gevraagd. Voorzitter, ik vind dat de minister er iets te makkelijk overheen stapt door te zeggen, dat hebben we voor de zorg gedaan, want dat is een andere sector. Maar als je kijkt naar iedereen die in het onderwijs heeft doorgewerkt, gewoon doorgewerkt, terwijl iedereen thuis zat, zij moesten door. En ze zaten vaak in omstandigheden waarin je geen afstand kon nemen van kinderen, gewoon omdat de locaties zich daar niet toe lieten. Ook vaak in hele slecht geventileerde ruimtes. Dus ze hebben zichzelf gewoon heel kwetsbaar gemaakt door te blijven werken. Is er wel zeker een parallel te trekken met die zorgsector. Dus zomaar zeggen, het is niet hetzelfde, dat kan niet, dat lijkt me raar. Dus mijn concrete vragen waren, erkent de minister dat er zaken niet goed zijn gegaan, ook voor die onderwijsmedewerkers? Is de minister bereid om onderwijspersoneel met long-covid financieel te ondersteunen met een tegemoetkomingsfonds? En is de minister bereid om te kijken of er voor werknemers met long-covid een derde ziektejaar kan worden ingesteld, zodat de betrokkenen extra tijd hebben om te reïntegreren? En er was net wel gezegd, dat kan niet zomaar, want we kijken niet naar de specifieke ziekte. Maar dit gaat specifiek voor leraren en ondersteuners in het onderwijs, die wel degelijk zichzelf kwetsbaar hebben gemaakt, gewoon om de maatschappij door te laten draaien. In slecht geventileerde ruimtes, in foute arbeidsomstandigheden, hebben zij voor Nederland en voor alle kinderen hebben ze het verschil gemaakt. En daar kun je wel zeker parallel trekken met die zorgmedewerkers die dat ook hebben gedaan. De minister. Ja, voorzitter, dat gaat mij iets te snel om die parallel te kunnen trekken. Dat dit mensen zijn die
enorm hard hebben gewerkt in die COVID-periode. Klassen draaiende hebben gehouden, toen de scholen ook weer open gingen natuurlijk. En daarmee hebben gezorgd dat andere mensen konden gaan werken omdat hun kinderen weer naar school konden. Dat staat zonder meer buiten kijf. Dat mensen die long-covid hebben daar erg onder lijden, dat lijkt me ook heel duidelijk. Een fonds instellen zoals voor de zorg is eigenlijk een vraag die je natuurlijk aan mijn collega van onderwijs moet stellen. Want ook het long-covid voor zorg is door de minister van Langdurige Zorg ingesteld, omdat het daar over de zorgsector ging. Dus ook in dit geval is dat dan meer een onderwijsdiscussie. Maar ik kan u nogmaals zeggen, hoe werkt de ziektewet in Nederland? Niet op basis van de diagnose, u hebt het een of het ander, maar op basis van wat is uw ziektebeeld en wat kunt u nog wel en wat kunt u nog niet. Zo werkt de ziektewet zoals die nu in elkaar zit. Dan heb ik nog... Mevrouw Katman. Ja, de ziektewet werkt inderdaad zo, dat weet ik, voorzitter. Maar we hebben ook vaak gezien een corona dat noodwet breekt. En er was nood. En zeker in onderwijs was er nood. En er is nu nog steeds heel veel nood in het onderwijs. Dus de vraag is eigenlijk, ik snap dat de vraag dan wordt doorgeleid naar de collega van onderwijs. Maar hoe kunnen we dit dan op de juiste manier adresseren? Want het gaat wel degelijk over arbeidsomstandigheden in een sector die heel bijzonder is. Die echt de kurk van de samenleving is. Waar ik ook vind dat je daarom er juist extra naar moet kijken. Naar mensen die hun nek hebben uitgestoken. En nu gewoon de dupe zijn van eigenlijk het nek uitsteken. Dat is het. En ik vind het prima dat het wordt doorgeleid, maar ik zou het ook heel prettig vinden als de minister me daarbij zou willen helpen. Het woord is aan de minister. Als dat betekent dat ik de vraag doorgeleid naar mijn collega's van OCW, dan doe ik dat natuurlijk. Ja. Dan had... Ja. Mevrouw Matoeg, GroenLinks. Juist omdat de minister zo goed aangeeft, wij willen vanuit... Het SZW-perspectief geen verschil maken tussen mensen. En dit gaat ook om juffen en meesters die gezorgd hebben voor ouders die werkten in de zorg, ook toen de scholen dicht waren. Dus die vergelijking die mevrouw Katman maakt, die gaat wel degelijk op. En dat zijn ook mensen die nu thuis zitten met long-covid. Zou mijn vraag zijn om in dat gesprek niet alleen de vraag door te geleiden en of de minister ook wil toezeggen, om dus ook te waken dat we dus niet medewerkers in de ene sector anders gaan behandelen dan de andere. Dus juist vanuit verantwoordelijkheid van de minister. Dus niet alleen maar de vraag van collega Katman doorverwijzen, maar dat ook meegeven. En daar ook op waken, zodat we dat niet, dat het niet losse dingen worden en verkokering tussen ministeries, vraag ik via u, voorzitter. Ja. Of de minister dat wil toezeggen. Nee, dat zal ik meenemen in dat doorgeleiden en ervoor waken. Dan zullen er ongetwijfeld ook nog andere sectoren zijn die zich melden. En dan wordt de groep natuurlijk ook steeds breder en daarmee ook wat meer fluïde van wat je er dan eventueel mee zou willen. Er was ook nog een vraag van de heer De Jong over de motie van Kent. Goede vraag, vond hij. Ja, goede vraag. Ja. Uiteraard. Brede handreiking voor moeilijk objectiveerbare ziektes. Daarvan moet natuurlijk het voortouw liggen bij de curatieve sector. De regering komt niet tot een protocol, dat moeten de artsen doen. Maar het UWV heeft aangegeven te willen meewerken aan een handreiking. En we werken aan de uitvoering van uw motie. We weten op dit moment nog niet precies wanneer. Maar na de zomer dan komen wij terug op die uitwerking van die motie. Maar de UWV heeft dus al toegezegd dat ze mee willen werken aan de handreiking. Maar het oordeel ligt uiteraard bij de artsen. Want wij kunnen niet als regering iets zeggen, dat moet een medisch oordeel zijn. De heer De Jong, graag kort. Hartstikke goed dat het UWV dat doet. Dank daarvoor, ook namens de heer Van Kent. En mijn volgende vraag is, komt er nou wel of niet een specifieke regeling voor die mensen met long-covid? Ombudsman heeft gisteren gewaarschuwd veel. Dat zijn mensen die in zware financiële problemen komen, nu al zitten of komen, dreigen te komen. Wat gaat de minister doen om dat financiële deel op te pakken? En ik heb misschien het antwoord gemist, ook als het gaat om dat derdejaarselement, om door te kunnen zetten met betrekking tot doorbetalen van loon. Hoe ziet de minister dat specifiek voor zich?
Daar is wel net antwoord op gekomen. Of in ieder geval een reactie of u het ermee eens bent of niet. Maar daar is ze al op gereageerd. Maar misschien dan toch nog heel kort wel of niet een regeling voor long-covid. Ja, ik heb de vraag van mevrouw Katman en van mevrouw Matoeg gezegd door te glijden naar OCW als het over de onderwijssector gaat. Zoals mevrouw Matoeg erover sprak, dan gaat het natuurlijk uiteindelijk over meerdere sectoren. Ik kan me voorstellen dat andere sectoren zich ook melden. Dus dat moeten we mee gaan nemen in hoe we hiermee omgaan. Dus wat we er wel niet mee gaan doen, kan ik u op dit moment niet zeggen. We hebben natuurlijk het Fonds voor de Zorgwerkgevers. Hoe we daar verder mee omgaan, daar moeten we echt even op terugkomen. En ik moet de onderwijsvraag toch echt even naar mijn onderwijscollega doorverwijzen. De heer De Jong, heel kort. Ja, sorry, dan heb ik misschien mijn vraag niet goed genoeg gesteld. Ik bedoel, komt er een... Waar je ook werkzaam bent, je hebt long covid, waar je ook werkzaam bent, komt er dan een regeling voor die mensen? Dat hoeft niet vanuit onderwijs of vanuit zorg of waar dan ook te komen. Daar gaat SZW over. Komt er wel of niet een regeling specifiek voor die mensen of een tegemoetkoming in de financiële problemen waarin die mensen zijn terechtgekomen? De minister. En dan gaat het over onder andere het derde ziektejaar bijvoorbeeld. Dat mogen werkgevers individueel doen. Die mogen gewoon een derde ziektejaar doorbetalen in plaats van dat iemand de WIA ingaat. Dat is één. Twee, op het moment dat je door long-covid nu arbeidsongeschikt wordt, dan wordt dat niet beoordeeld omdat je long-covid hebt of omdat je kanker hebt of omdat je een burn-out hebt, maar gewoon op basis van wat zijn je klachten en wat kun je dan nog wel en niet. En dan krijg je die WIA, die inkomensuitkering, verzekering, wat het eigenlijk is, krijg jij uitbetaald. Dan gaat er wel de andere WIA-problematiek natuurlijk spelen. Waar we het hier ook al eerder over hebben gehad. Van ja, wat als je onder de 30% zit? Allemaal dat soort discussies krijg je dan. Maar dat is hoe het systeem werkt. Dus of je nou long-covid hebt of een hele andere ziekte, dat systeem hetzelfde. Alleen wat het lastige is bij long-covid, althans dat kan ik me voorstellen, is omdat het nog onzeker is hoe je beter gaat worden, omdat er nog zoveel onbekend is, heb je extra onzekerheid als persoon. Maar het UWV doet die keuring op dezelfde manier als bij een burn-out of kanker, noem maar op. He, dit is wat u wel niet kan. Als u de hele dag in bed ligt, kunt u niet meer werken. Als u 2 uurtjes rust nodig hebt, kunt u nog wel een aantal uur werken. Zo doet het UWV even simpel samengevat zijn keuringen. Maar op dit moment, laat mij die vraag even doorgeleiden en mee terugnemen. Mevrouw Katman, tot slot op dit punt. Ja, want specifiek voor het onderwijs wordt die nu doorgeleid. Dus dat is heel fijn. Maar waar de heer De Jong op duidt, van komt er nou gewoon een regeling? En juist de minister zegt expliciet, en dat vind ik ook fijn, van er is nog zoveel onduidelijk. Maar, en de heer De Jong refereerde terecht aan de ombudsman gisteren. Er is nog zoveel onduidelijk, maar ondertussen zitten we in de wetenschap dat juist heel veel mensen, ik zei het net al, die werken in die kurk van die samenleving, zodat we eigenlijk als samenleving kunnen draaien. En er is nog zoveel onduidelijk, dan zou juist dat extra jaar waarop je dus grotere kans hebt om te reïntegreren essentieel kunnen zijn, zodat we ook als samenleving meer garantie hebben dat we goed door kunnen draaien. En dat maakt long-covid dus een ander ziektebeeld, wat je dus misschien anders moet gaan behandelen. En uw vraag dan is? Hoe je het normaal in de ziektewet keek. Dus ik wil eigenlijk aan de minister vragen of ze niet alleen de vraag wil doorgeleiden onderwijs specifiek, maar of ze ons wat beter nog mee kan nemen hoe ze terugkomt op of er wel of niet een long-covid-regeling breed komt, waar de heer De Jong net naar vroeg. Kunt u iets concreter zijn, minister? Ja, voorzitter. Misschien even over het ziektebeeld long-covid. Daarvan heeft de minister langdurige zorg toegezegd na een onderzoek daarop terug te komen en dat rond de zomer zou zijn. Het tweede is het rapport van de ombudsman van gisteren. Heb ik zelf nog niet kunnen lezen, maar daar gaat natuurlijk een kabinetsreactie op komen. Zeker als u daarom zou vragen. Bij deze? Ja. Ja. En dan neem ik uw vragen, voor zover het zal met een aantal collega's zijn, nemen we uw vragen daarin mee. Maar ik kan daar vanmiddag niet een toezegging op doen of zeggen van of en wanneer er wel of niet iets gaat gebeuren. Dan heb ik hier nog hybride werken. Welke stappen gaan wij zetten? Mevrouw Palland vroeg dat naar aanleiding van het CER-advies. Wij komen voor het zomerreces met een kabinetsreactie op het CER-advies. De eerste hoofdlijnen van ons kabinetsreactie staan al in onze eigen Kamerbrief van 21 maart. We zijn echt in een nieuwe fase beland, waarin hybride werken veel meer de norm wordt dan voorheen.
En zelf denk ik dan, ja, een 50-50, 2 om 3 dagen. Maar dat zal ook wel echt van beroep tot beroep, velen van u refereren daar ook aan, verschillen. Veel werknemers willen natuurlijk graag gedeeltelijk thuiswerken en gedeeltelijk juist op het werk zijn. Dat willen werkgevers ook, want daar is de sociale cohesie. De heer De Jong verwees ernaar, daar wil je je strategische sessies doen, je HR-gesprekken. Maar tijds- en plaatsonafhankelijk werken gaat een steeds grotere rol spelen. Daar zijn natuurlijk tussen werkgevers en werknemers afspraken te maken. Persoonlijk denk ik, nou, als u in uw zonnetje in uw tuin wilt werken, dan moet dat gewoon kunnen. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat u beschikbaar bent voor die vergadering op het moment dat de vergadering is afgesproken. Dat zeg ik ook even als uit mijn eigen ervaring van al dat thuiswerken. Want tot 10 januari heb ik ook 2 jaar lang thuisgewerkt. Wat het CER-advies zegt, geef werknemers voldoende zeggenschap om die kans van hybride werken te benutten. Geef de werkgevers voldoende mogelijkheid om tot maatwerk over te gaan bij de invulling van hybride werken. En zorg dat het overleg tussen werkgever en werknemer goed loopt, zodat je tot gezamenlijke afspraken komt, omdat het juist van branche tot branche en van persoon tot persoon, van werkgever tot werkgever kan verschillen. Wat ik zelf belangrijk vind, is dat hybride werken ook bij een moderne manier van werken past, een moderne cultuur, waar je veel meer outputgericht werkt en op basis van vertrouwen, in plaats van inputgericht, u bent er van dan tot dan, en dus een aanwezigheidscultuur hebt. Daarnaast, hybride werken scheelt reistijd, draagt bij aan maatschappelijke doelen van het combineren van werk en privé, CO2-uitstoot, filevorming, noem maar op. Maar die nieuwe cultuur, die nieuwe manier van werken, is volgens mij van belang en iets wat we moeten blijven vasthouden. Volgens mij waren er nog 2 concrete vragen erover gesteld, over grenswerkers en over een wettelijke grondslag. Ja, ik heb hier nog meer, maar dan doen we die 2 even. Ja, want we hebben ook nog de inmenging op het gebied tussen arbeidsomstandigheden in de thuissituatie. Als werknemers, dat vroeg de heer Simons om, als werknemers thuiswerken, moet de werkgever ook zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dat is als zorgplicht in de Arbo-wet vastgelegd. En sommige werkgevers zullen dan tegemoetkoming geven in bureaustoelen om dat aan te schaffen, dat soort zaken. Beeldschermen. De mate waarin de werkgever invulling kan geven aan zijn zorgplicht bij thuiswerken is natuurlijk ook afhankelijk van wat er redelijkerwijs gevraagd kan worden. Daar heeft de werknemer ook zelf een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het gebruik maken van die voorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt. Waar het natuurlijk om gaat, is dat die werknemer op een prettige manier thuis kan thuiswerken. Dat er geen inmenging is in de privésituatie, in de zin dat de werkgever bij mensen thuis komt. In de praktijk moet ik eerlijk zeggen, ja, je ziet ook bij mij, bij iedereen, achter je natuurlijk op het scherm, zie je privésituatie. Dat heeft ook wel een bepaalde charme. Want daardoor zie je kinderen en huisdieren langskomen en krijg je een heel ander beeld van mensen. En dat is ook wel weer leuk. Dus ja, dat zijn de 2 kanten aan. Ja. Het initiatiefwetsvoorstel werken waar je wilt in uw kamer. Van D66 en GroenLinks zeg ik tegen de heer De Jonge, daar wil ik niet op vooruitlopen, want dat is aan uw collega-Kamerleden. Wij gaan dat natuurlijk beoordelen in samenhang met het CER-advies over de toekomst van hybride werken. En nou, zoals ik net ook al zei, in de brief van 21 maart melden wij u dat we voor het zomerreces met een kabinetsreactie komen. Ik vind wel uw opmerking over familiebedrijven belangrijk, dus ik ga ook even zorgen dat wij ons oor te luisteren leggen bij de familiebedrijven, waar misschien die sociale cohesie en dingen samen doen net wat anders in elkaar zitten dan bij grote multinationals. En dan vroeg de heer Simons nog, we hebben mensen die wel kunnen en willen thuiswerken, maar en mensen die niet kunnen of willen, ja, dat verschilt natuurlijk enorm per sector, dat verschilt enorm per werkgever. Er zijn beroepen waarin je niet kunt thuiswerken en er zijn beroepen waarin je de hele week kunt thuiswerken. Dat laatste lijkt mij dat je wilt naar een hybride vorm, dus ook wilt dat mensen de helft van de tijd, 2 dagen per week, op kantoor komen, juist voor die sociale cohesie. Op het moment dat er in een bedrijf mensen zijn die aan de lopende band staan en dus er moeten zijn en er ook admissieve medewerkers zijn, is natuurlijk aan zo'n bedrijf om daar invulling aan te geven of je dan aan de admissieve medewerkers vraagt om ook 5 dagen per week te zijn of toch 2 of 3. Dat verschilt echt, ja, per werkgever, per omstandigheid. Wat zijn de effecten van thuiswerken op werkdruk, werkplezier, fysieke belasting? Daar vroeg mevrouw Pottenaar.
En zijn we voorbereid op het najaar? Ja, we weten dat er uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden COVID-19... we weten dat er meer burn-out klachten zijn en klachten aan arm, nek en schouders. Die zijn overigens iets gedaald in vergelijking met voor de pandemie. Maar nog steeds veel te hoog. En ik denk dat wij ook allemaal uit onze eigen omgeving weten dat het aantal klachten over eenzaamheid, te weinig prikkels krijgen en van de andere kant weer te veel prikkels van het scherm krijgen, ook legio zijn. Hè? En in het maatschappelijk, in het sociale leven doet natuurlijk ook de COVID-burn-out als term al de ronde. En 12,5% van de thuiswerkers gaf ook inderdaad aan zich sterk eenzaam te voelen tijdens het thuiswerken. Zijn we voorbereid op het najaar? Daar hebben we 4 scenario's voor wat er met, maar dat komt vast in een ander debat, voor wat er met de ontwikkeling in corona kan gebeuren. Wij blijven het monitoren. We hebben ook TNO gevraagd om het te monitoren. Burn-out klachten, fysieke klachten naar aanleiding van thuiswerken. Dan mevrouw Pot. Ja, voorzitter, want het was heel grappig. De minister heeft een heel mooi antwoord gegeven, maar het was niet helemaal de vraag die ik bedoelde te stellen. Ah. Want het ging mij eigenlijk meer om, mensen zijn nu weer terug op kantoor. En ook dat levert weer allerlei dingen op, omdat mensen 2 jaar hebben thuisgewerkt. Ja. En ik me zomaar kan voorstellen dat er natuurlijk ook mensen zijn die denken, wow, ik vind dit ook alweer allemaal heel erg heftig. Dus daar ging mijn vraag eigenlijk over. Ja, daar hebben we nog geen onderzoek naar. Dat is natuurlijk ook nog vrij recent, dat mensen weer helemaal op kantoor zijn. Maar dat is ook best wel de moeite waard om dat te onderzoeken. Ik weet ook, ik hoop dat het nog heel lang door kan gaan, dat we allemaal weer op kantoor zijn. Maar het zou zomaar deze winter natuurlijk weer een beetje anders kunnen zijn. Dan de grensarbeiders. Ja, mevrouw Palland. Ja, voorzitter. Mevrouw Palland heeft daar inderdaad al eerder vragen over gesteld. En ik heb daar al eerder van alles op toegezegd. Dus ik ben bezig met mijn collega's uit België en Duitsland. Nou ja, we zijn bezig met een ambtelijke uitwisseling daar, om te kijken wat er in ieder geval kan met die richtlijn per 1 juli. Dus daar hoort u binnenkort over. Het loopt niet zo voorspoedig als ik zou willen. Dat zeg ik er dan gelijk bij. En structureel is helemaal een langere discussie. En je zou denken dat dit juist iets is wat je in Europa goed zou moeten kunnen regelen. Maar dat blijkt toch ietsje ingewikkelder. Ook omdat het zowel een fiscale als een sociale zekerheidsvraag is. En dan vroeg mevrouw Palland ook nog of het aanpassen van de RNI's in het kader van werk op kantoor en hybride werken, of daar een aanpassing. Ja, iedere werkgever is natuurlijk verplicht om hem regelmatig aan te passen. En dus ook om met concrete maatregelen te komen om dat thuiswerken goed te monitoren en goed op goede wijze vorm te geven. En ze zijn dus ook verplicht om de risico's die bij thuiswerken horen in kaart te brengen. En dat is bijvoorbeeld minder sociale contact. Dat zijn bijvoorbeeld die rug- en die nekklachten, werkbalans privé, die ook weer de andere kant kan opslaan. Wij hebben u in de brief op 29 april geïnformeerd over het meerjarenprogramma RINE en de betere naleving daarvan. En daar staat dit ook enigszins in. Wilt u het nog over alcohol- en drugstesten hebben? Ja. Er zijn enkele opmerkingen over geplaatst, ja, minister. Dus misschien kunt u daar nog een reflectie op geven waar u precies wou landen op dit vlak. Nou, in het midden. Laat ik daar maar mee, daar maar mee beginnen. In het midden. Kijk, alcohol en drugs beïnvloeden het handelen van mensen. Dus ook dat van werkenden. Dan heb je ook een verhoogd risico op een ongeval. En belangrijk is dat bedrijven daar een actief beleid op voeren. We hadden het net over de RINE. Aandacht voor preventie, gesprek op de werkvloer, daar begint het. En wat mij betreft, en dat zeg ik ook uit ervaring als werkgever, is juist dat gesprek op de werkvloer zo ontzettend belangrijk. Omdat mensen die onder invloed op het werk verschijnen, daarover het algemeen ligt daar wel iets onder. Daar is wat aan de hand, dus dan is zo'n gesprek zeker belangrijk. Het is ook belangrijk dat je bij het beleid dat je als werkgever hebt je ondernemersraad betrekt. Dus werkgevers kunnen daar nu al mee aan de slag. Er is een handreiking opgesteld in opdracht van Sociale Zaken door het Trimbos Instituut. Die hierbij kan helpen. Hoe ga je om met alcohol en drugs op het werk? Testen op alcohol en drugs, dat stond ook in de brief die ik u geschreven heb. Dat is echt afhankelijk van eerst moet je beleid hebben. Eerst moet je laten zien dat je al die andere dingen goed doet als werkgever. En dan is testen
mogelijk als sluitstuk. Maar alleen onder stringente voorwaarden en alleen bij de zogenaamde BRZO-bedrijven. Want daar werk je met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daar zijn dan ook de grootste risico's, dat heeft mijn voorganger ook met u geschreven, besproken. Die zijn evident. Dus die inzet om daar de wettelijke grondslag te regelen, die ligt er. Voor andere sectoren ben ik nog niet overtuigd. Daar wil ik echt eerst een goede onderbouwing zien van de problematiek, if at all. Dus daar laten we nu onderzoek naar uitvoeren. Om te kijken of daar überhaupt iets zou moeten. En wat, en vooral, mevrouw Katman, want daar vroeg u naar, wat de cijfers zijn. Of daar überhaupt cijfers voor zijn en wat ze dan zijn. Helder. Mevrouw Katman. Ja, waar ik toch een beetje van schrik is dat we eigenlijk nu al spreken over een wettelijke grondslag maken voor eigenlijk inbreuk op grondrechten. Want dat is wel waar we het hier over hebben. En dat kan, hè? Dat doen we op meerdere plekken. Als het echt noodzakelijk is, kiezen we daarvoor. Maar nu spreken we over een wettelijke grondslag voor inbreuk op grondrechten. En wat me daar zo van fascineert is dat, want die discussie hebben we ook heel vaak bij JNV, eigenlijk de enige spierballentaal die we weten die werkt, is preventie. Alleen is dat geen spierballentaal en dat is zo helaas. En ik vind het fijn dat het wordt gezegd, ja, het is in een breder beeld en het is alleen daar en het is een sluitstuk. Maar wat je wettelijk doet, is gewoon vastleggen dat je inbreuk mag maken op grondrechten. En dat sluitstuk zijn, dat kun je helemaal niet wettelijk vastleggen. En daarom zou ik echt hier willen pleiten, en ik hoop dat de minister het eens is, dat we dat überhaupt een wet maken, dat we dat echt pas gaan doen als we alle wegen hebben bewandeld in de preventieve sfeer. Maar vooral ook het maatschappelijke debat, waar meneer De Jonge het over heeft. Alcohol en drugsgebruik is een maatschappelijk thema. Dat is niet alleen maar een thema van de werkvloer. Dus voordat je daar grondrechten gaat inperken en dat wettelijk gaat vastleggen, wil ik echt eerst, en ik hoop dat de minister met me eens is, dat is ook mijn vraag, gaan we eerst alle wegen bewandelen en dan misschien een wetje maken. Maar ik vind het daar echt nog te vroeg voor. Want juist omdat het zijn van een sluitstuk, kan je niet wettelijk vastleggen. En de enige die we dan gaan pakken, ik denk dat niemand het beter heeft verteld dan mevrouw Matoeg van GroenLinks vandaag, dat zijn in ieder geval niet de mensen in pak op de Zuidas die een snuifje nemen, die ook heel verantwoordelijk werk doen, hoor. Als ik ze inhuur als advocaat, zou ik ook heel graag willen. Maar daar gaan we het dan niet doen. En ik zou u echt pleidooi, en ik hoop dat de minister eens is, we gaan helemaal nog niet spreken over het maken van een wet, totdat we al die preventieve wegen hebben bewandeld. De minister. Voorzitter. Even voor de duidelijkheid, dit gaat alleen over die BRZO-bedrijven. Hè? Ja. Analoog aan zoals we dat voor piloten en treinmachinisten hebben. Hè, dus mensen waarvan we weten dat ze in een verkeerssituatie zijn of met gevaarlijke stoffen werken. Dat is één. Preventie, gesprek op de werkvloer, dat moet dus per bedrijf moet dat in orde zijn. Hè? Dan moet er dus een beleid zijn, aantoonbaar, voordat je over mag gaan op testen. En dan alleen ook nog voor die risicovolle functie. Dus je kunt niet zomaar iedereen gaan testen. Het gaat dan om diegene die met die gevaarlijke stoffen werkt. Op dit moment zijn we alleen nog maar de wettelijke grondslag aan het regelen. Dus ik neem aan dat we nog een aantal keer met u hierover in debat komen. Ook omdat ik weet dat er echt wel verschillende meningen hier in uw Kamer daarover zijn, denk ik dat we moeten zorgen dat op het moment dat we zover zijn, dat we dit ook inderdaad heel goed uitdiscussiëren. Want ik voel het spanningsveld tussen de twee, de veiligheid en de grondrechten van de persoon. Maar zoals overigens mevrouw Palland ook zei, je wilt ook niet dat een dronken collega met die vorkheftruck een of andere chemisch oplaadding omver rijdt en dat er van alles in brand vliegt. Dat wil je niet, maar je wilt ook niet, het, laat ik maar even zeggen, zo eenvoudig maken dat je iedereen aan de poort kunt gaan testen en dat op die manier het moet beginnen. Het begint bij beleid, daar hoort trouwens ook beschermende kleding bij, om maar eens even wat te noemen. Het gesprek op de werkvloer, preventie en het sluitstuk is testen. Bij alleen die functies. Mevrouw Kapman, tot slot. Ja, tot slot dan nog een vraag. Want terecht heeft de minister het over de RINE's. Maar we weten, uit al die brieven die we hebben gekregen van al die partijen, en dat dat niet op orde is.
Het is gewoon niet op orde. En het is al niet op orde als het gewoon gaat over het beschermen van werknemers. Over werknemers die elke dag gevaar lopen om te overlijden. Dat is al niet op orde. En dan gaan we nu daar bovenop, op een werkelijkheid waar mensen de hele dag gevaar lopen. Waar we alle analyses op kennen. Weten dat er weet ik het hoeveel gevallen zijn. En daarbovenop gaan we nu al spreken over. Dan gaan we nog een keer iets doen met een voorwaarde dat die RNA's in orde moeten zijn. Terwijl we weten dat die niet zijn. Dus ik zou eerst willen, zullen we alsjeblieft al die problemen aanpakken die we nu kennen in handhaving, in de RNA's die niet op orde zijn. En dan pas hierover spreken. Je kan het gewoon niet maken voor al die mensen die gevaar lopen elke dag voor het werk is, wat ze doen voor Nederland. Nou, en mijn vraag is of de minister die zelf de zorg ziet, dat als het nu al niet op orde is, hoe kunnen we dan nu spreken weer voor een extra taakje? Terwijl wij bij elke taak die wij geven, wij van dit kabinet horen krijgen, ja, maar in de uitvoering gaat het niet lukken. En dan gaan we dit ineens wel doen. Ja, voorzitter, ik denk dat er twee dingen door elkaar lopen. Dit testen als sluitstuk, dat mag alleen als dat individuele bedrijf zijn beleid op orde heeft. Waar u aan refereert is dat over in den brede heel veel bedrijven hun risicoanalyses niet op orde hebben. Dat klopt, dus daar moet ook wat aan gebeuren. Maar het is heel simpel, als je je RNA niet op orde hebt. Ja, die wet is er nog helemaal niet, hè? Maar wat mij betreft, als je je RNA niet op orde hebt, dan kun je sowieso niet aan dat testen beginnen. Eerst moet je RNA op orde zijn. Moet je een goed duidelijk beleid hebben op het gebied van preventie, gesprek op de werkvloer. En dan voor die specifieke specialistische functies, dan als sluitstuk mag je testen. Maar dat is nu, hè, we hebben nu een soort voorgesprek hierover. Dat gaan we natuurlijk allemaal nog uitdebatteren. Ik had het idee dat we redelijk door de vragen heen waren. Ja. Of is er nog iets resterends? Ik heb nog een mapje overig. Ik zie aan de Kamerleden dat ze zelf niet meer weten welke vraag er dan nog niet beantwoord is. Maar... Ketenaansprakelijkheid. Daar vroeg de heer Simons naar en mevrouw Katman. Daar zijn overigens ook schriftelijke vragen over gesteld door de heer Simons en de heer Koerhuis, of mevrouw Koerhuis, pardon. Meneer Koerhuis, ja. En die worden op dit moment beantwoord samen ook met de minister van IMW. Nou, dan komen we eigenlijk weer terug in. Hè. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Voor opdrachtgevers in de bouw kent de Arbo-wet verplichtingen op het terrein van gezond en veilig werken. Voor andere opdrachtgevers op dit moment niet. Dus daar is wel een ketenverantwoordelijkheid. Civielrechtelijk kan een opdrachtgever overigens wel door een benadeelde werknemer worden aangesproken en aansprakelijk worden gesteld voor schade. En indien er sprake is van onderbetaling bij werknemers, kan uiteindelijk via de ketenaansprakelijkheid bijvoorbeeld PostNL door de vakbond of de werknemers aansprekelijk. Hier staat een hele rare zin. Excuses. Civielrechtelijk kan een opdrachtgever overigens wel door een benadeelde werknemer worden aangesproken en aansprakelijk worden gesteld voor schade. In 2015 hebben we onderzocht of een algemene bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid kon helpen om opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor arbeidsomstandigheden bij de uitvoering van werkzaamheden. Dat bleek toen een stap te ver. In het kader van de nieuwe Arbo-visie heeft dit opnieuw mijn aandacht. Omdat je ook steeds meer flexibele arbeidsrelaties hebt, ook buiten de bouw. Dus die nemen we mee in de voorbereiding van de Arbo-visie. En op het punt van verantwoordelijkheidsverdeling, dus wat is de rol van de opdrachtgever, is de SER ook gevraagd om te adviseren. En dat advies verwachten we rond de zomer. Maar het idee van ketenverantwoordelijkheid, want het speelt natuurlijk op heel veel meer plekken dan alleen maar met betalingen. Dat is een interessante. Ik weet ook uit mijn eigen ervaring dat je natuurlijk, als je investeert, en wil je ook weten wat de ketenverantwoordelijkheid is. Meneer Simons? Ja, kort. Dat civielrechtelijk natuurlijk dat een werknemer naar zijn werkgever kan gaan, logisch. Maar wij hebben het over de werkgevers die daar misschien nog bovenop staan en uiteindelijk eindverantwoordelijk zijn. Die gang civielrechtelijk van een werknemer, van een bepaalde onderaannemer, die weer nee, hoger dat is heel moet. Ver. Ja, dat is niet nee. moeilijk. Dat ben ik met u eens. Dus laten we meenemen in die Arbo-visie wat er dan wel en niet kan. En hoe ketenverantwoordelijkheid juist daar met onderaannemers wel niet kan werken. Want we doen het ook voor allerlei andere MVO-onderwerpen. Dus het is een goede om daar naar te kijken. Dan vroeg de heer Simons ook naar extra regeldruk voor het MKB door het nieuwe schema van Arbo-kerndeskundigen.
Ik kan u geruststellen, daar komt niet meer regeldruk door. Want dat certificatieschema voor Arbo-kerndeskundigen, dat op 1 juli van dit jaar van kracht wordt, dat stelt inderdaad eisen aan die Arbo-kerndeskundigen die gecertificeerd willen worden om risico-inventarisatie van de werkgevers te toetsen, daarover te adviseren. Maar de voorschriften voor de RINE aan werkgevers zijn niet gewijzigd. Dus de voorschriften voor de risico-inventarisatie blijven hetzelfde. Dus die administratieve lasten, die nemen niet toe voor de MKB'ers. De heer Simons, toch een reactie? Korte verduidelijking daarin. Als je een verdiepende RINE moet uitvoeren als bedrijf, dan heb je dadelijk vanaf 1 juli 3 deskundigen nodig. Dus dat geeft extra druk bij het bedrijfsleven. Dus daar doe ik op. Dus bij die verdiepende RIE, die onderzoek, vroeger kon dan een arbeidsingenieurist dit uitvoeren. Maar nu heb je afhankelijk van elkaar 3 deskundigen nodig. En daar was specifiek ook de vraag voor bedoeld. Ja. En voorzitter, ik begrijp dat dat al het geval was, dat je altijd al 3 deskundigen nodig had, dus dat dat niet veranderd is. Dan heb ik nog een vraag van de heer Van Kent over bouwplaatsidee en de motie. Dat is één die in het belang van eerlijk en veilig werk belangrijk is. Dat onderschrijf ik ook. Wij voeren op dit moment een verkenning uit naar de mogelijkheden om een wettelijke grondslag te creëren, zeg ik tegen de heer Van Kent, voor de bouwplaatsidee. Daar is wel gegevensuitwisseling voor nodig op basis van de AVG natuurlijk. Daar is die weer ook voor een eventuele pilot. Dus daar zijn we nu bezig met hoe we dat vorm moeten geven. Dat kost enige tijd en capaciteit. Maar we zijn er wel mee bezig. Maar dat wordt dus eerst een pilot, AVG goed uitzoeken. Minimale beloning bij aanbesteding op Schiphol. Mevrouw Katman vroeg daar nog naar. Ja, ook Schiphol moet zich natuurlijk gewoon aan de wet houden. En ook waar sprake is van aanbesteding, moet je gewoon voldoen aan de wettelijke vereisten. Dus ook als het over beloning gaat, dan moeten ze ook als onderaannemer natuurlijk gewoon het WML betalen. En daarnaast alle relevante afspraken uit de CAO die daar gelden. Dat aspect van minimale beloning was ook onderdeel van het onderzoek naar sociale vestigingseisen dat de minister van INW op verzoek van uw Kamer heeft laten uitvoeren. Dat hebt u op 21 november 2021 gekregen. En daarin heeft de minister van INW ook aangegeven dat er overleg gevoerd zal worden met de betrokken organisatie, inclusief FNV, waarbij wordt getoetst of men een gedeeld beeld heeft van de problematiek. Welke maatregelen getroffen zouden kunnen worden en wie welke maatregelen moet oppakken. Dat overleg is gaande. En op 19 mei vindt er een commissiedebat plaats over Schiphol met de minister van INW, waar ik dan van aanneem dat dit aan de orde zal komen. En dan had mevrouw Katman ook nog een vraag over zelfregulering in de Arbo-wet. Dat neem ik mee in dat kader van die nieuwe Arbo-visie. En u hebt natuurlijk mijn antwoorden vandaag gehoord. Ja, ik vind dat werkgevers echt een verantwoordelijkheid hebben. Maar ik vind ook dat de overheid normerender aanwezig moet zijn. Mevrouw Katman. Ja, dank voor de beantwoording. En eigenlijk ook al dank voor de eerdere beantwoording. En de toezegging dat er dus ook een gesprek gaat volgen met Schiphol KLM over ook de verantwoordelijkheid die de minister voelt als aandeelhouder. Het ging niet alleen over die minimumbeloning. Het ging er vooral ook over. Je zit met een bedrijf als KLM die coronasteun krijgt. Of het nou een lening is of niet. Je krijgt coronasteun en je zit met Schiphol en je zit met aandeelhouderschap. Nu wordt er in de krant beweerd, ja, we kunnen alleen maar tijdslot gaan halen en dadelijk valt KLM om. Maar dan moeten we wel gaan aanbesteden en anders kan het niet. Wat dus weer betekent dat mensen in flexsituaties komen en hun arbeidsomstandigheden drastisch naar beneden hollen. Het is natuurlijk van de gekken dat die werknemers al 2 jaar aan de bel trekken en zeggen, zo kan het niet langer. Ga nou die arbeidsomstandigheden verbeteren. Dan heb je ook genoeg mensen. En dat er nu een bedrijf is dat in een pool zit van steun van ons als overheid. En we gaan dus nu eigenlijk weer mensen in een soort moderne slavernijsituatie zitten douwen, terwijl wij daar als overheid mede verantwoordelijk voor zijn. En dat is mijn punt. En ik hoop dat dat aspect ook door de minister wordt meegenomen in dat gesprek, waar we nog op een bepaalde manier terugkoppeling van krijgen. De minister. Ja, voorzitter. Het gesprek over de arbeidsomstandigheden zal ik zeker voeren.
En dat heb ik u ook, ook beloofd. En ja, het klopt dat wij aandeelhouder zijn. En daarmee ook een bepaalde invloed hebben. Maar ik vind dit ook gewoon de invloed als kabinet op een groot Nederlands bedrijf, of je aandeelhouder bent of niet. Dan zijn we aan het einde van de beantwoording aan de zijde van het kabinet gekomen. Ik heb al jammerlijk gefaald als voorzitter, want we zijn al ruim over de tijd gegaan. Is er nog gelegenheid voor een korte tweede termijn aan de zijde van de Kamer? Ja, 1 minuut. Nog even, de heer Van Kent heeft de zaal verlaten. Niet uit onvrede over het verloop van deze discussie, maar omdat hij in het kader van het belang van gezin een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn kindje. Dus die moest hij ophalen. Het woord is aan de heer Simons als hij... Nee, hoeft niet. De heer De Jong, namens de PVV. Ook niet. Mevrouw Pot, namens D66. Nou, voorzitter, om te beginnen even dank aan u als voorzitter. Want ik vind helemaal niet dat u slecht van uw taak heeft gekweten. Wij zijn gewoon allemaal heel breedsprakig. Zeker, dat wordt ook nog even bevestigd. Ik had één onderwerpje nog even gemist. Dat kan ik mij goed voorstellen in de grote storm. Want hartelijk dank ook aan de minister voor de beantwoording. Maar dat ging eigenlijk over de... Het rapport van Faros over de zorg aan arbeidsmigranten. En ik had daarbij gevraagd of nou met name ook die wat meer laaghangend fruit aanbevelingen, of die toch ook al snel meegenomen konden worden in de uitvoering van Roemer. En ik had daar ook nog bij specifiek genoemd het gebruik van herkenbare aanspreekpunten of sleutelfiguren uit de gemeenschap, ook richting bijvoorbeeld die slachtoffers van uitbuiting. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Matoeg namens GroenLinks. Ook namens GroenLinks, dank voor de beantwoording, dank voor de gedane toezeggingen. Dank voor de volledige beantwoording ook. En wat ik zou willen zeggen deze tweede termijn is dat de minister zichzelf een grote opdracht meegegeven. Want wat we gehoord hebben is de rol van de overheid, en dat horen we vaker van deze minister, is een andere. Dat past in deze samenleving, dat past in de wereld waarin we leven. Maar daar hoort ook een gigantische verantwoordelijkheid mee. Dat doe je samen, dat doe je met sectoren, dat doe je met werkgevers en werknemers. En wij zitten zeker bij het onderwerp waar we vandaag over spreken, en eigenlijk meer in de sociale zekerheid, een stelsel waar we heel lang die andere logica hadden. De samenleving doet het zelf. Wij zijn heel blij met die ambitie, maar het is een grote opdracht. Want je wil ook niet teleurstellen. Zoals altijd zullen we de minister daar ook weer scherp op houden. Dus dank ook voor de ondersteuning vandaag. Dank, mevrouw Kapman namens de PvdA. Ja, ook grote dank voor de uitgebreide beantwoording. En ook voor uw voorzitterschap, voorzitter. Ik wil toch nog even terugkomen op de vragen die liggen van de heer Van Kent over de flitsbezorging. Want ik maak me echt grote zorgen over die minderjarigen die op die levensgevaarlijke fietsen zitten. Dat heeft niet alleen RTL Nieuws aangetoond, vakbond FNV, de Radical Riders. Maar de arbeidsinspectie geeft zelf aan van nou, kijk daar nou alsjeblieft naar. Dus ik hoop dat die vragen er komen voordat het 2-minuten-debat wordt ingepland. Wat misschien dan wel moet plaatsvinden, omdat ik daar wel graag een motie over zou willen indienen. En dat vind ik ingewikkeld, want dat zou mijn motie zijn. Dus ik zou graag het 2-minuten-debat willen aankondigen. Maar ja, als in die beantwoording staat dat we het gaan afschaffen, dan hoeft dat dan weer misschien niet. Ja. We zullen zo kijken hoe we dat in de planning rond kunnen breien. U heeft vast een aankondiging gedaan voor een 2-minuten-debat op dit punt dan. Misschien even zelf met de andere pet op. Ik dank ook de minister voor de beantwoording en de prettige discussie. En ik kijk zeer uit naar de vervolgdiscussies over arbeidsmigratie die we volgende week ook met elkaar gaan voeren. Daar hebben we vandaag al een soort voorproefje met elkaar op gehad. Belangrijke materie met veel belangen en vooral ook veel misstanden die we denk ik met elkaar hebben te bestrijden. En ik kijk ook zeer uit naar de vervolgdiscussies over wettelijke grondslagen voor al dan niet nog verdere stappen in het thuiswerken of testen op de werkvloer. Tot zover. Heeft de minister nog tijd nodig of kan zij meteen aan de tweede termijn beginnen? Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant wederom een breed debat. En ik ben blij dat we op zoveel brede onderwerpen het debat kunnen voeren, want dat geeft ook ons duiding, hè, of een richting die we hebben ingeslagen wel of niet in goede aarde valt. En ook elke keer toch weer wat nieuwe ideeën en inzichten die we mee kunnen nemen. En ook vandaag waren dat, ik heb weer 4 pagina's volgeschreven, waren dat er weer een heleboel. Dus die gaan mee in alles wat ons werk stuurt. Specifieke vraag, het rapport van Faros. Ja, dat gaat mee, dat is al meegenomen in dat aanjaagteam interdepartementale. Het interdepartementale team uitwerking Roemer. Ik weet niet op dit moment of die sleutelfiguren daarbij zitten. Maar ja,
die zitten er ook bij. Sowieso krijgt u op een gegeven moment weer de reguliere update hoe het daarmee gaat. Dus dan zullen we specifiek aandacht besteden aan hoe we de VAROS aanbeveling hebben meegenomen. Nou, mevrouw Metoeg, dank u wel. Ik zal mij scherp laten houden door u. En de flitsbezorging, ja. Dit nemen we mee bij de modernisering van de regels over kinderarbeid. Die komen in het najaar. De NLA heeft niet geconstateerd dat er jongeren werkzaam zijn op dit moment. En voor maaltijdbezorgers is het overigens verboden. Maar uw vraag was, wanneer beantwoord u mijn schriftelijke vragen? Toch? Zodat u weet of die nog voor 2 minuten debat inkomen. Ja. De vragen, want het zijn de vragen van de heer Van Kent, geloof ik. Want in de eerdere beantwoording werd aangegeven over de flitsbezorgers. Daar liggen nog vragen van de heer Van Kent. Maar... Dit is de hoofdlijn van antwoord op die schriftelijke vragen? Nee, dan blijft het 2 minuten wat overeind. Dank voor de beantwoording. Oké, ja. Maar we gaan toch nog even op zoek naar de schriftelijke vragen. Dat was het. Ja, helder, dank. Dan zijn we aan de afronding gekomen van dit commissiedebat Gezond en Veilig Werken. De eerste weer sinds lange tijd, ook in de nieuwe samenstelling. Ik neem nog even met u een 6-tal toezeggingen door. Dat is als eerste dat na de zomer stuurt de minister een hoofdlijnenvisie Gezond en Veilig Werken aan de Kamer. Als tweede, voor de zomer laat de minister weten wanneer de tegemoetkomingsregeling beroepsziekte in werking kan treden. Dat is een toezegging richting de heer Van Kent en mevrouw Katman. Als derde, de minister informeert de Kamer deze zomer over de herziening van artikel 273f van het wetboek van strafrecht. Dat is een toezegging aan mevrouw Pot. Ik weet overigens niet of het artikel nummer helemaal klopt, maar het was iets met een F. Ja. Ja, dat is helemaal correct, begrijp ik. Dank aan de Griffie ook. Punt 4. Voor de zomer stuurt het kabinet een brief aan de Kamer over de contouren van het actieplan grensoverschrijdend gedrag. Dat is een toezegging aan mevrouw Palland, Matoeg en Katman. Punt 5. Bij de kabinetsreactie op het onderzoek naar modernisering van de kinderarbeid gaat de minister in op flitsbezorging door 16 minners. Een toezegging aan mevrouw Katman en Matoeg. En als zesde, na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de motie van Kent over long-covid. En dat is een toezegging aan de heer De Jong. En er is een 2 minuten debat aangevraagd door mevrouw Katman. En mevrouw Matoeg mist wellicht iets in de... En mevrouw Katman ook, in de toezeggingen. Ik mis nog de toezegging over dat wij een terugkoppeling krijgen, op welke manier dan ook. Ja. Een toezegging over het gesprek dat de minister zal hebben. Mevrouw Matoeg. Misschien miste ik hem. Het doorverwijzen naar de collega's van OCW en daarbij ook de rol van SZW, de vergelijkbaarheid voor mensen met long-covid. Nee, ja, het klopt dat dit is gewisseld en het ligt ook vast in de verslaglegging van dit. En ook op beeld staan deze uitspraken, maar het zijn formeel geen toezeggingen in de zin van dat daar per definitie een kabinetsbrief aan gekoppeld is. En daarom wordt die, zegt de commissie G4, dan wordt die weer niet in dit lijstje, want er zijn natuurlijk heel veel antwoorden en toezeggingen gedaan, reacties gegeven. Maar het is gewisseld en u kunt er uiteraard op terugkomen. En de ambtenaren bevestigen dat ook nog eens. Dus, kijk, hij staat op het actielijstje van de minister. En dat is en de ondersteuning, dat is het belangrijkste. Dank voor uw aanwezigheid en ik wens u een prettig vervolg van deze dag.